Goed, beste mensen. Er is beeld. En het schijnt zelfs ook buiten deze zaal vertoond te kunnen worden. Dus dat betekent dat de mensen die thuis hebben ingelogd en zitten wachten in de afwachting dat wij al een kwartier geleden ongeveer zouden hebben nou, 8 minuten geleden zouden we beginnen. We hadden wat technische storing, daarvoor excuses. Maar Gert-Jan komt net binnen, dus nu kan het ook pas echt beginnen. Welkom bij de allerlaatste raadsvergadering voor het zomerreces van 2019. Het pièce de résistance, het hoogtepunt van de avond, is natuurlijk ja, het afscheid van Gerrit Jansz natuurlijk. Je zou eens denken van, het gaat misschien over de kaderbrief 2020, daar gaat het ook over. Maar dat is slechts de opmaat naar de feestelijkheden die dan later zullen volgen. En dan verwachten wij ook het raadslid wat hem zal opvolgen hier in deze zaal onder ons. Kortom, volgens mij zijn we er nu echt klaar voor. Er zijn berichten van verhindering ontvangen door van de heer Hoedemaker en de heer Bouwers en de heer Kamps. En mevrouw Jaspersen komt iets later. En voor het overige zijn we compleet. Dat zijn de berichten van het begin van deze vergadering. Dat betekent dat we straks met een 22-tal raadsleden de laatste hamerslag zullen meemaken, hopelijk. Met een wisseling tussendoor. Want dan zal de heer Zuur geen raadslid meer zijn, maar dan hebben we wel zijn opvolger in ons midden. Maar dan zijn we een stukje verder op de avond. Even over de orde misschien. U stelt nu zometeen als eerste volgende agendapunt de agenda vast. En daar hoort daar natuurlijk bij, onder dat eerste bespreekpunt, dat we ook een spreektijdenverdeling hebben. U weet dat we daar ongeveer aan vasthouden. Dat laat ik het maar zo duiden. Ik zal bewaken dat het niet al te veel uit de hand loopt. Maar hoe laat het precies zal eindigen, dat hebben we met elkaar dus in de hand. En daar kunnen we niet al te scherp een eindtijd aan verbinden. Maar ook dat is niet het nieuws. Ik stel u voor, agenda punt 3, de vaststelling van de agenda. Heeft u daar opmerkingen bij? Kunnen we dat zo doen? Die is al dus vastgesteld. De besluitlijst van 18 juni 2019, de vorige vergadering. Wenst iemand daarover opmerkingen te maken? Ook dat is niet het geval. Dus conform vastgesteld. Dan zijn er een aantal ingekomen stukken bij uw raad binnengekomen. Waar een afdoeningsvoorstel bij is gevoegd, hetzij ter kennisneming, hetzij ter afdoening in handen van het college. Wens iemand over die voorgestelde wijze van afdoening het woord te voeren? Dat is niet het geval. Er zal dus conform de voorgestelde wijze van afdoening besloten. Daarmee, dames en heren, zijn we dan bij het punt 6 van de agenda. Dan beginnen de besluitvormende stukken. Allereerst de hamerstukken. Die zijn, moet ik zelf natuurlijk zorgen dat ik weer even aangehaakt ben, ja. Daar zijn er 3 van. En u heeft zojuist niet voorgesteld dat er eentje toch besproken moet worden. Dus het voorstel van het college in zaken integraal huisvestingsplan over de tussentijdse opwaardering Eslal College en de verhuizing van de bibliotheek Oost-Zesselen is 1 hamerstuk. Het tweede hamerstuk gaat over een voorstel van BMW in zaken de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen over de realisatie voor de realisatie van een zonnepark op agrarische gronden aan het Koevoordenkanaal nabij nummer 11 te Koevoorden. En het derde voorstel betreft een voorstel van het college in zaken het bestemmingsplan Noordsleen, het Trail Center Dorpstraat 19, oftewel achter de wielens. Geen opmerking in de commissie over geweest. Ja, wel een aantal opmerkingen, maar niet leidend tot bespreking. Dan kunnen we dus nu conform het voorstel besluiten. Al dus besloten. Daarmee zijn we bij agendapunt 7. Het laatste inhoudelijke agendapunt voor de sluiting nummer 8. Maar wel het langdurende. Want we beginnen inderdaad met die reeds gememoreerde kaderbrief 2020. De financiële hoofdlijnen en de inhoudelijke hoofdlijnen. Voor de komende jaren. Eerste termijn van de zijde van de Raad in volgorde van de grootte van de diverse raadsfracties met een spreektermijn van 10 minuten voor de eerste termijn, 5 minuten voor de tweede termijn en na de eerste termijn natuurlijk, zoals u bekend is, de beantwoording van de zijde van het college 10 minuten per portefeuillehouder en daartussenin vinden we dan nog een pauze, ook om natuurlijk eventueel een schorsing te kunnen
schorsingsoverleg te kunnen hebben. En als u op een ander moment schorsing wenst, dan weet u, dan is het conform het reglement van orde ook goed mogelijk om dat even als ordevoorstel aan ons voor te leggen. En dan komen we daar in de praktijk wel uit. Goed, het eerste, de eerste bijdrage over de kaderbrief 2020 mogen we dus verwachten van de fractie van BBC 2014. De heer Boy is weer fit as a fiddle bijna, kan het bijna zonder stokken redden naar het spreekgestoelte. Nog één. En na de zomer is ook die weg. De heer Boy heeft het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Geacht college, raadsleden, belangstellenden op de publieke tribune en kijkers thuis. De kaderbrief geeft richting aan de begroting van 2020 en biedt een globale doorkijk naar het nieuwe begrotingsjaar. Er worden beleidsmatige en financiële ontwikkelingen op hoofdlijnen geschetst. Onze complimenten voor dit heldere stuk, dat aangevuld met de strategische agenda en de hierin benoemde mijlpalen een mooi beeld geeft van de ambities van onze gemeente. BBC 2014 wil in haar reactie de kaderbrief globaal doorlopen en de aandacht vestigen op een aantal onderwerpen. Sociaal domein. Het college wil de monitoring van de diverse beleidsterreinen verbeteren en is daarmee begonnen bij het sociaal domein. We vragen de wethouder toe te zien op een goede balans tussen inzet van mensen, geld, invulling van systemen en het resultaat. Monitoring is belangrijk, maar er moet goed duidelijk zijn wat je zou moeten weten en dus meten. De wethouder heeft afgelopen dinsdag gereageerd op onze vraag of er al zicht is op de effecten van de economische hoos op het domein actief van werk. Uit de reactie van de wethouder bleek dat er op dit moment geen representatief beeld is. Ondanks dat er al gemonitord werd, plaatst onze fractie wel vraagtekens of nog dezelfde inspanningen, ofwel het aantal FTE's, nodig zijn om mensen te begeleiden. Met andere woorden, houden deze gelijke tred met de daling van het aantal te begeleide mensen? De wethouder heeft toegezegd zo spoedig mogelijk op deze vraag te beantwoorden. Verder vragen wij de wethouder aandacht te blijven geven en druk te blijven oefenen, samen met andere gemeenten om meer beleidsruimte en meer geld voor jeugdzorg, WMO en beschermd wonen van het Rijk te krijgen. Economie. Bij dit beleidsonderdeel missen wij, helaas, de subsidiecoördinator. In het bestuursprogramma van het college werd hierover wel geschreven, maar over de termijn van uitvoering lezen we niets. Er is door de portefeuillehouder wel een toezegging gedaan, maar we hebben aangedrongen op een rapportage voor de zomer. BBC 2014 heeft bij de begrotingsbehandeling vorig jaar hierover een motie ingediend die raadsbreed werd aangenomen. Die motie die hebben we niet voor niets ingediend. Want onze fractie ziet absoluut meerwaarde van de subsidiecoördinator en begrijpt eigenlijk niet dat het aanstellen hiervan, eventueel in samenwerking met derden, zo lang op zich laat wachten. Er staan grote projecten op stapel in het buitengebied en in de stad. Urgentie is geboden. Welke ontwikkelingen kunnen we binnenkort verwachten? We nemen toch aan dat de portefeuillehouder het eens is met onze fractie dat het nodig is om er op korte termijn een professionaliseringsslag te maken met het verwerven van zowel regionale, landelijke als Europese subsidies. Wonen. In het bestuursprogramma is ook opgenomen dat, en ik citeer, als we mensen willen verleiden om in Coevorden te gaan of blijven wonen, dan moet hier ook ruimte voor zijn. En moeten we ons als woongemeente goed weten te verkopen. We gaan daarbij onderzoeken wat we kunnen betekenen voor starters die hier in de toekomst op willen bouwen en voor ouderen die langer thuis willen blijven wonen. Einde citaat. Onze vraag, hoe staat het met dit onderzoek en met name de huisvesting voor ouderen in de dorpen? Onze fractie heeft onder andere als prioriteit gesteld dat ouderen langer in hun vertrouwde omgeving, dorpen, moeten kunnen wonen. Is er volgens u voldoende aandacht en ruimte voor ouderenhuisvesting? En kunt u dat beargumenteren met locaties in onze gemeente? Een van de belangrijkste thema's uit het bestuursprogramma is een gemeente waar de jeugd de toekomst heeft. In dit kader nemen we aan dat in het hiervoor genoemd onderzoek ook mooi genomen wordt op welke wijze jongeren
na hun studie gestimuleerd kunnen worden om in de gemeente Coevorden te gaan wonen. Programma Binnenstad. We lezen dat het college in gesprek is om op de locatie van de Bentheimerpoort gebouwen te ontwikkelen die de Bentheimerpoort zichtbaar maken. Dit klinkt veelbelovend, maar hoe ver staan die gesprekken? Hoe concreet zijn ze en met welke kosten gaat dit gepaard? We wijzen hierbij nogmaals op het belang van een subsidiecoördinator. Kunst en cultuur. Met de heroriëntatie op kunst en cultuur is het onderzoek naar een nieuwe koers en de versterking van het basisaanbod gestart. Aan welke stimuleringsactiviteiten denkt u dan? Dekt dit beleid ook de gehele gemeente, zodat zowel de stad als de dorpen profijt hebben van de verbreding van het aanbod? Mobiliteit. Zoals door het college gemeld is, is de fietsnota bijna afgerond. Er dienen nog enkele keuzes gemaakt te worden. BBC 2014 neemt aan dat deze nota voor of uiterlijk tegelijk met de begroting gepresenteerd wordt. U noemt specifiek het project Fietspad Geesestroom dat in ontwikkeling is. Wij willen echter benadrukken dat er duidelijk behoefte is aan de aanleg van meer nieuwe fietspaden. Op diverse locaties en wegen bestaan al geruime tijd onveilige situaties voor toeristen en de eigen inwoners die van deze fietspaden gebruik willen maken. We zouden bij het fietspadenplan ook graag een prioriteitenlijst gevoegd willen zien, zodat we gezamenlijke en verantwoordelijke keuzes kunnen maken. Gelet op de urgentie is onze fractie van mening dat het derde kwartaal echt de deadline moet zijn. Halen we dit niet, dan missen we het begrotingsjaar 2020. Dat mag niet gebeuren. Coevorden verbindt. In de maand maart is er met de dorpen en de wijken geëvalueerd hoe het verder moet gaan met de ontwikkeling van het stimuleringsfonds. Het college heeft daarover tijdens de commissievergadering van afgelopen dinsdagavond al wat informatie met ons gedeeld. Zijn de belangenorganisaties in de dorpen en de wijken ook al op de hoogte gebracht van de resultaten van de evaluatie? En kan het college al een schot voor de boeg geven over het beleid van 2020? Is de nieuwe regeling bij de begrotingsbehandeling wel gereed? BBC 2014 is overigens van mening dat verhoging van het maximumbedrag van 20.000 euro voor onze fractie wel bespreekbaar is. Belastingen. Uitgangspunt van het bestuursakkoord is om, mits verantwoord, de lokale lasten te verlagen en de totale opbrengst van de OZB niet met een groter percentage te laten stijgen dan de inflatie. In zaken de brief van het college met betrekking tot verdere differentiatie van de OZB heeft BBC 2014 nog geen keuze uit de diverse voorgelegde varianten gemaakt. Wij willen eerst nader onderzoek met betrekking tot een doorrekening van wat de effecten zijn voor de tarieven van diverse doelgroepen, zoals agrarische bedrijven en het midden- en kleinbedrijf. Wij kunnen instemmen met het voorstel om het tarief van de toeristenbelasting voor 2020 ongewijzigd vast te stellen op 1,25 euro per nacht per persoon. Momenteel wordt er een onderzoek uitgevoerd in Drents verband in samenwerking met het recreatieschap Drenthe. De heer Slobber. Ja, dank u wel, voorzitter. Nog even over die tariefdifferentiatie OZB. Ik meen dat ik BBC in een commissievergadering bij monden van de heer Holtis toch een duidelijke voorkeur voor een scenario heb horen uitspreken. Dus hoe zit het nu? Er is al een voorkeur uitgesproken, maar er is afgesproken dat in de commissievergadering van september dat we dan duidelijk onze standpunten naar voren zouden brengen. Dat is raadsbreed volgens mij in die commissie afgesproken. Momenteel wordt er onderzoek uitgevoerd in Drents verband in samenwerking met recreatieschap Drenthe. Het onderzoek richt zich onder andere op een vrijstelling van kinderen tot 12 jaar, tariefdifferentiatie voor verschillende accommodaties en harmonisatie van het tarief in Drenthe. Gezien het punt van dit laatste, harmonisatie, zouden we er dus rekening mee moeten houden dat het tarief van de toeristenbelasting aangepast zou kunnen worden naar het gemiddeld Drents tarief. Als ten gevolge hiervan het tarief in Coevorden verhoogd zou moeten worden, stelt BBC 2014 voor om een eventueel meeropbrengst te bestemmen voor het toerisme en recreatie. Wat is de mening van de wethouder hierover? Bestrijding van de processierups. Het oprukken van deze rupsen baart de fractie van BBC 2014 grote zorgen. Wij ontvangen van meerdere inwoners in de gemeente signalen van overlast ten gevolge van de haartjes van deze rupsen
en de daarmee gepaardgaande huidirritaties. Wij zijn content met het persbericht welke de gemeente enige weken geleden heeft verspreid. En wij kunnen instemmen om voor het bestrijden van eikenprocessierups 100.000 euro te reserveren in de begroting. Via de media hebben wij vernomen dat de provincie het probleem gezamenlijk met de gemeente wil gaan aanpakken. Een goede ontwikkeling lijkt ons. Echter heeft de wethouder, los van de reservering van 100.000 euro, ook al zicht of er door de samenwerking met de provincie nog een extra financiële bijdrage van de gemeente wordt gevraagd? Ontwikkelingssolvabiliteit. Na beleidsvoornemens van de programmabegroting 2019 en individuele voorstellen zou de solvabiliteit kunnen oplopen tot 42% in 2022. Dit zou natuurlijk een prachtig resultaat zijn. Maar in deze bestuursperiode, zo blijkt ook uit de strategische visie, liggen er nog een aantal beleidsvoornemens voor de deur welke veel geld gaan kosten. Geld dat natuurlijk verantwoord uitgegeven moet worden. BBC 2014 is van mening dat die 42% niet per se behaald hoeft te worden. De afspraak hierover is duidelijk. Minimaal dient de solvabiliteit zich rond de 30% te bevinden. Ons advies? Gebruik de ruimte om de kwaliteit van Coevorde en de dorpen te optimaliseren. Tot slot. BBC 2014 is van oordeel dat Coevorde als een financieel gezonde gemeente best krachtiger en zelfverzekerder naar buiten mag treden. We zijn bescheiden geweest toen ons die rol paste. We gooien nu niet alle remmen los, maar willen wel met een deugdelijk beleid aansluiten bij een steeds actiever wordende samenleving. Aan de slag om onze gemeente en de regio weer prominent op de kaart te zetten. Er liggen volop kansen en die moeten benut worden. Dank u wel. U zag de klok meelopen en u werd als vanzelf nou... Als je precies iets van 40 seconden over de tijd heen, valt nog binnen de minuut. Dus kon slechter, maar er zijn ongetwijfeld anderen die het kunnen verbeteren. Dus ik daag ze daartoe graag uit. Okay, nu is de fractie van de VVD aan de beurt, mevrouw Sieben. Dank u wel. De kaderbrief 2020 ligt voor. Met alle ambities die uw college en deze raad in de vaststelling van de begroting hebben meegenomen, ligt opnieuw een ambitieus document voor. Nog niet alle onderwerpen en ambities zijn concreet uitgewerkt. Graag belichten we een aantal zaken die voor de VVD van groot belang zijn. Duurzaamheid. De gemeente Coevorde spreekt de ambitie uit om in 2040 energie-neutraal te zijn. We doen in deze gemeente al erg veel aan duurzaamheid. Windmolens, zonneparken, we hebben de grootste biovergisten van Europa binnen onze gemeentegrenzen. Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp, ook voor de VVD. Dat blijkt ook wel uit het raadsakkoord dat is gesloten. We zijn echter van mening dat we niet op de rem hoeven te trappen, maar wij vinden wel dat Coevorde niet voorop hoeft te lopen in duurzaamheid. Doelen moeten immers haalbaar en betaalbaar zijn. Nog belangrijker is dat de dorpen leefbaar blijven. En dat doe je niet door nog meer zonneparken, windmolenparken en biovergisters toe te staan. Onze eigen inwoners doen al veel aan duurzaamheid. Ondernemers denken mee en agrariërs zijn actief op het gebied van duurzaamheid. We moeten ervoor waken dat deze ambitie duurzaamheid de aantrekkelijkheid van Coevorde en haar prachtige dorpen verpest. Dat het onze ambitie om volop in te zetten op toerisme in de weg staat. Meneer Slom. Ja, dank u wel. We hebben her en der wat industrieterreinen liggen. Hoor ik de VVD nu voorstellen om de mogelijkheden om daar zaken te vestigen, dat u dat wilt beperken als u geen vergisters meer wilt toestaan? Ik zeg niet dat we moeten beperken. Hè. Wij geven aan dat we niet per se voorop hoeven te lopen en dat we de leefbaarheid... En of dat in de dorpen of in de stad Coevorde is, dat we die wel in het oog moeten houden. Dat ben ik zeer met u eens, maar als dingen wettelijk gewoon mogen, ja, dan kun je wel wat roepen inderdaad. Maar dat is wel een beetje, dan wordt het al snel een holle frase. Nou, ik roep niet zomaar iets. Kijk, we weten allemaal wat er met de biovergisten nu aan de hand is.
En je kunt heel veel dingen toestaan, maar het gaat wel om de leefbaarheid van Coevorden en om de inwoners. En wij willen een aantrekkelijk Coevorden houden. Ja, maar dan kun je maar op één manier wat aan doen. En dus categorisering aanpassen in ruimtelijke zin. En anders komen ze er gewoon. Nou ja, dat hoor ik u niet voorstellen. Dat kan een voorstel zijn. Als we de categorieën en de zwaarte op de industrieterreinen willen beperken, dan is dat wellicht een mogelijkheid. Ik zie uw voorstel op dat terrein graag tegemoet. Nou, gaan we naar kijken. In ieder geval sluit de VVD het niet uit, hebben we zojuist begrepen. Nee. Ja. Gaat uw gang. We zijn goed op weg met de binnenstad van Coevorden. In stappen wordt het steeds beter en krijgen plannen steeds meer vorm. Inwoners worden erg betrokken bij dit proces. Wellicht is het ook een goed idee om de jongerenraad iets meer in dit proces te betrekken. Die aantrekkelijkheid van Coevorden is van groot belang voor het wonen en werken. Ons verzoek is steeds om de visies die er liggen te updaten naar de huidige stand van zaken, naar de huidige en de toekomstige markt en deze te laten aansluiten op de nieuwe regiodeal. De wethouder heeft al toegezegd hier aandacht aan te besteden. De OZB. De VVD-fractie wil een verlaging van de OZB. Wij zitten als gemeente ver boven de gemiddelde woonlasten van andere gemeenten. Als je Coevorden aantrekkelijk wilt maken, dan zul je ook hierop moeten inzetten. En als je iets terug wilt doen voor de inwoners, en zoals het bestuursprogramma aangeeft, is er ruimte om te doen, zul je de OZB moeten verlagen. Veiligheid. In het kader van leefbaarheid en veiligheid zouden we het college willen meegeven om kritisch te kijken naar donkere plekken in deze gemeente. En vooral daar waar mensen zich minder veilig voelen. Denk bijvoorbeeld aan de sporters die van en naar de brede school of de sporthal in Coevorden fietsen. Het fietspad vanuit Dalen naar de sportvelden. Het fietspad Hengsmeerweg bij Erm. De fietsroute van Noord-Sleen naar het Haantje. En het fietspad van Oosterhessen naar Sleen. Zo zullen meer paden zijn die veelvuldig gebruikt worden. En het is van belang om op de juiste plekken de veiligheid voor onze inwoners te vergroten. Dit kan mede door op die donkere plekken verlichting aan te brengen. Het sociaal domein. De VVD realiseert zich dat de gemeente Coevorden binnen het sociaal domein haar zaken goed op orde heeft. Vooral in vergelijking met andere gemeenten. Wel blijven wij ons verbazen dat een groot deel van onze begroting bestemd is voor het sociaal domein. Daar komt bij dat er vanuit het Rijk steeds meer taken bij de gemeente worden neergelegd en de belasting op het ambtelijk apparaat steeds groter wordt. We zijn zeer benieuwd hoe het straks verder gaat met de jeugdzorg. En daarna spreken we onze zorgen uit over de recidives. Er is een kleine groep mensen waar continu aandacht naar uitgaat. En die ondanks alle aandacht steeds in herhaling vallen. Hier gaat naast al die aandacht en energie ook heel veel geld naartoe. Het is van belang om de resultaten van de partners en de verbonden partijen te blijven terugkoppelen om zo goed te weten waar we staan. Met het college hoopt de VVD dat inzetten op preventie in samenwerking met diverse hulpverleners er uiteindelijk toe zal leiden dat deze problematiek zal afnemen. We begrijpen dat de resultaten hiervan pas op langere termijn zichtbaar zullen zijn, maar dat neemt niet weg dat je moet blijven monitoren op de kleine stappen. De Zuidelijke Rondweg. De aanleg van de Zuidelijke Rondweg biedt kansen. Het komt de ontlasting van de stad en de bereikbaarheid van het Europark ten goede. We zijn voorstander van de aanleg van deze weg en hopen dat de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het stikstof geen belemmering vormt of vertraging oplevert. Het onderwijs. Wij juichen de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven toe. Ook de vernieuwing van het Esdal College en de samenwerking met de bibliotheek is bree. Het vraagstuk van de nieuwe vesten ligt er nog. Het leerlingenaantal neemt af en de huisvestingslasten zijn te hoog. Een verplaatsing naar het centrum van Coevorden zou een oplossing kunnen zijn. Mede bezien in het licht van de bereikbaarheid en de dynamiek die dit met zich meebrengt voor de binnenstad. Om dit te bereiken zal er wel een goed plan moeten komen voor het gebouw dat achterblijft. Leegstand en verwaarlozing moet voorkomen worden, zodat ook de entree van Coevorden vanaf die kant aantrekkelijk blijft. Kunst en cultuur. Tot onze vreugde is in de kaderbrief 2020 dit onderwerp wel opgenomen. Cultuur in de gemeente is van iedereen.
Voor ons is erfgoedbehoud en cultuuronderwijs belangrijk. Dit mag ook absoluut niet ontbreken bij een historische binnenstad. We hebben zelfs de ambitie uitgesproken om culturele gemeente van de provincie Drenthe te worden in 2022. Als we het 350-jarig ontzet van Coevorden vieren. Het lijkt de VVD een unieke kans voor een impuls aan de culturele activiteiten binnen de gemeente. Zodanig dat de culturele infrastructuur er structureel door wordt versterkt. Het stimuleringsfonds. Voor wat betreft de verdere invulling en uitwerking van het stimuleringsfonds hebben we een kritische noot. Dorpen en wijken kunnen heel goed zelf bepalen wat goed voor hen is. Waar behoefte aan is. Echter, niet alle dorpen en wijken zijn in staat om dit op een juiste wijze te organiseren. Wellicht dat Coevorden verbindt, de next level, hier een doorslaggevende rol gaat spelen. En we zijn erg benieuwd hoe het college aan deze next level een invulling gaat geven. Indien alle wijken en dorpen een pot met geld krijgen, dan schiet dit haar doel voorbij. Het kan niet zo zijn dat die pot met geld daar maar op moet. Het is juist voor de dorpen en de wijken van belang dat de voorzieningen die er al zijn in stand kunnen worden gehouden. Ga daar meer op inzetten met het stimuleringsfonds. Het uitgangspunt blijft dat er voor goede plannen altijd geld vrijgemaakt kan worden. We wachten de plannen voor het stimuleringsfonds van het college af. Voorzitter, ik rond af. We hebben onze wensen kenbaar gemaakt. De VVD wil de wethouder en zijn ambtelijke staf danken voor de wijze waarop zij de kaderbrief hebben opgesteld en ons een inzicht hebben gegeven hoe het college in het komende jaar denkt om te gaan met de inzet van financiën op het geformuleerde beleid. We zijn benieuwd naar de uitwerking. Ja, keurig, keurig. Bijna 2 minuten over. Dank u wel. Het woord is dan aan de heer Zuur. Nee. Mevrouw Katerberg van het CDA. Excuus dat ik dat zomaar aannam. Ik weet ook niet hoe ik daarop kwam, mevrouw Katerberg. Ja. Ik begrijp daar ook niks van. Nee. Maar. Zullen we het na de uitzending nog wel even over hebben? Goed. Maar dank u wel, voorzitter. De kaderbrief 2020 ligt voor. Na het bestuursprogramma, waarin wij veel van het CDA-verkiezingsprogramma terug konden vinden, herkennen wij diezelfde lijn nu gelukkig nog. Dat doen we zeker als er in de kaderbrief gesproken wordt over dat we de gemeente goed willen achterlaten voor de volgende generatie. Dat gaat gewoon over de gemeente die we door willen geven. En dat vinden wij een hele goede ontwikkeling. De CDA-fractie vindt het ook een goede ontwikkeling dat bij deze kaderbrief een strategische beleidsagenda is gemaakt. Over de inhoud van de strategische beleidsagenda spreken we na het zomerreces. Het is een richtinggevend document voor het college en ambtenaren. Voor ons als raad is het van belang om onze controlerende en kaderstellende rol uit te kunnen voeren. Daarbij vinden wij het een goede ontwikkeling dat de lijst van toezeggingen binnenkort geagendeerd wordt. Wij als CDA-fractie vinden dat noodzaak om te voorkomen dat gedane toezeggingen niet meer duidelijk zijn en dezelfde onderwerpen vaker aan bod komen dan nodig is. In de strategische agenda is voorkomen een van de portefeuille overstijgende thema's. Dat thema is heel belangrijk bij de inzet van de jeugdhulp. Het CDA is een groot voorstander van het verder naar voren brengen van kennis en ervaring naar het voorveld. Hoe meer kinderen we preventief kunnen helpen, hoe beter dat voor hen is. Bij iedere stap die we zetten op het terrein van jeugdhulp moet de vraag, is dit het beste voor het kind, door iedere betrokkenen persoonlijk gesteld worden. Heldere afspraken met contractanten en evaluatie daarvan zullen onderdeel van de manier van werken moeten zijn. De CDA-fractie is niet naïef, maar geld mag in het helpen van kinderen niet de belangrijkste drijfveer zijn. Er is nog veel te winnen. Vanuit het CDA wordt daar ook op landelijk niveau op ingezet. Wat een voorrecht om hier vanuit een partijlijn met een gezamenlijk kader op verschillende niveaus op in te kunnen zetten. Daarmee kunnen we veel sneller daadwerkelijk iets bereiken op zo'n belangrijk thema. Wij hoeven als gemeente niet in de slachtofferrol te duiken. Natuurlijk hebben we een uitdagende opdracht gekregen bij de decentralisatie en moeten wij werken met de budgetten die ons worden toebedeeld. De grote vraag is
of meer geld de oplossing is om te komen tot betere jeugdhulp. Collega Stoker van PAK en ik hebben ons tijdens een werkconferentie in Groningen verdiept in de omslag van transactioneel werken naar relationeel werken. Inzetten op relatie. Het is daarbij heel belangrijk dat de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs veel vanzelfsprekender wordt. Daarvoor hoeven wij in de gemeente Coevorden op niets en niemand te wachten. We moeten naar effectieve, interprofessionele samenwerking en raden daarom van harte het rapport met andere ogen aan. Dit rapport is van de coalitie Onderwijs Zorg Jeugd uit het Rijk. De inhoud is echt helpend bij dit proces. Onze CDA-fractie blijft dit volgen op alle niveaus en zal op gemeenteniveau een critical friend zijn op dit terrein. Onder het thema aantrekkelijk Coevorden in de kaderbrief valt de fractie van het CDA de onderdelen binnenstad en kunst en cultuur op. De plannen voor 2020 spreken ons aan en zijn ambitieus. Winkelstraten, aanbesteding markt en haven, parkeer- en verkeersonderzoek, wij volgen. Het is zaak dat hier ook daadwerkelijk vorderingen zichtbaar worden. Hoe mooi is het dat wij nu uitkijken op het paviljoen, oh ja, op de Weeshuisweide, en wij daar al hebben kunnen dansen en een film konden kijken in een openluchtbioscoop. Soms is het gewoon goed om te beginnen. Een beetje lef tonen en aan de slag. Onze complimenten voor de goede en creatieve initiatiefnemers die hiermee bezig zijn. Onze fractie raadt aan om de ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur hierbij aan te laten sluiten. Na het ondertekenen van het Drentse Muziekakkoord is het wachten op de eerste school die een optreden op de Weeshuisweide gaat verzorgen. Bij het onderdeel ontwikkeling van de financiën uit de kaderbrief heeft onze fractie de volgende opmerkingen. Met betrekking tot toeristenbelasting stemmen wij nu in met het voorgesteld besluit om het tarief vast te stellen op €1,25 per nacht. Wel wil de CDA-fractie hier in het komende jaar graag concrete voorstellen voorzien. Wij zijn niet heel positief over het wachten op provinciaal onderzoek. De kaderbrief 2021 zou toch wel de uiterste termijn voor meer duidelijkheid moeten zijn. Als voorschot willen we meegeven dat wij een vorm van differentiatie rechtvaardig vinden met de kleine recreatieve ondernemer in ons achterhoofd. Een vrijstelling voor kinderen tot een bepaalde leeftijd is ook een vorm van differentiatie. Kan de wethouder een toezegging doen met betrekking tot de termijn waarop er meer duidelijkheid komt? Uit betrouwbare bron weten wij dat de provincie gemeentegrensoverstijgende coördinatie voor het aanpakken van de eikenprocessierups op gaat zetten. Daar is de CDA-fractie blij mee. We zijn benieuwd wat dat gaat opleveren. Wij verwachten geen 50% overschrijding op de vastgestelde €100.000. Als dat wel nodig zou lijken te zijn, dan kunnen we op deze post nu beter meteen een halve ton meer neerzetten. Door Drenthe breed samen te werken, wordt de aanpak van de RUPS wellicht efficiënter en effectiever. Leeft dit beeld ook bij het college? De CDA-fractie vindt dat de afspraken die zijn gemaakt in de nota financieel beleid blijvend moeten worden opgevolgd. Is het mogelijk om bij de begroting een geactualiseerd beeld te krijgen ten aanzien van de reserves van €1 miljoen op gebied van innovatie zorg, accommodaties in de samenleving en het herstructureringsfonds? Een deel van deze reserves is ingezet voor de regio-deal. We zijn benieuwd naar welke plannen er verder zijn voor besteding. Kunnen we hier bij de begroting een verdere uitwerking van verwachten? De bandbreedte waarbinnen de solvabiliteit zich beweegt hoort volgens afspraak binnen de 30% en 40% te blijven en maakt naar verwachting een stijgende ontwikkeling door. Dat is belangrijk om op die manier eventuele risico's af te kunnen dekken. De keuzes die wij als raad in de komende periode maken, ook rond bijvoorbeeld OZB, moeten daarbij passen. De fractie van het CDA zou graag willen dat alle inwoners mee profiteren van de betere financiële positie van de gemeente. Een grotere groep hoeft niet meer te profiteren door meer lasten bij een kleinere groep neer te leggen. Bedrijven hebben in het verleden voordeel gehad van eerder gemaakte keuzes. Nu wordt het tijd om dat geleidelijker recht te trekken. In het licht van het inzetten van middelen voor de inwoners kijken wij ook kritisch naar stimuleringsfonds en uitgaven vanuit wijk- en dorpsbudgetten. Wij zijn als raad nog niet geïnformeerd over de vervolgontwikkelingen, terwijl de wijken en dorpen dat wel zijn. Dat bleek gisteravond ook in Noordsleen.
De fractie van het CDA gaat ervan uit dat wij zo snel mogelijk in september meer informatie krijgen en zal daar dan zeker over van gedachten willen wisselen in de Raad. De basishouding van de fractie van het CDA ten aanzien van deze kaderbrief is positief. We werken aan een gemeente om door te geven. Wij wachten de reacties op onze inbreng en beantwoording van de door ons gestelde vragen af. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Katerberg. U redt het zelfs met nog ruim 2 minuten over. Helemaal goed. Ja. Maar de heer Slomp gaat een poging doen om toch het gemiddelde weer een beetje recht te trekken. Voorspel ik. Meneer Slomp, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. We zullen eens kijken wat we ervan kunnen maken vandaag. Voorzitter, leden van de Raad en overige luisteraars. Om maar eens meteen met de deur in huis te vallen. Mijn fractie is dik tevreden met wat er nu voor ligt. Met de voorliggende kaderbrief. Volgens ons kan de situatie als volgt worden samengevat. Wij hebben ons huis op orde. We zijn in controle. Veel van onze ambities zijn op geld en op planning gezet. En waar dat nog niet zo is, zit er nog voldoende ruimte in het meerjarenperspectief om dat te doen. En dan denken wij aan plannen bijvoorbeeld nieuwbouw of renovatie, nieuwe vesten of een duurzaamheidsbeleid. De politiek wordt er niet spannender op, maar goed. Spannende politiek is leuk voor de krant, maar wij denken dat onze burgers meer hebben aan degelijke resultaten. Onze fractie heeft dan ook geen ambitie om voor 2020 nog nieuwe dingen toe te voegen. Sterker nog, we denken eerder dat dat onverstandig zou zijn, gezien het inspanningsniveau wat van de organisatie gevraagd wordt om de strategische agenda van dit college tot een geslaagde uitvoering te brengen. Voor onze fractie kan het accent dan ook liggen op letten op kwaliteit in de uitvoering van de gemaakte plannen. Zijn er dan geen zorgen of bedenkingen? Nou ja, die heeft onze fractie wel, maar die relateren toch met name aan wat er op landelijk niveau gebeurt. We hebben een kabinet wat het maar niet lukt om van jaar tot jaar de centen uit te geven en de dingen tot uitvoer te brengen. Minister van Financiën spreekt van significante onderbesteding. En omdat de inkomsten van de gemeente gekoppeld zijn aan de uitgaven, omdat de inkomsten van de gemeente gekoppeld zijn aan de uitgaven van het Rijk, zit de gemeente met de gebakken peren. Het kabinet heeft flink boter op zijn hoofd, pleit voor hogere salarissen, maar houdt zelf de hand op de knip als het om zorg en onderwijs gaat. Een voorbeeldje, ziekenhuispersoneel heeft een loonbod liggen. Onder inflatie betekent koopkrachtverlies voor de komende jaren. Bij gemeenschappelijke regelingen zien we een uitzet van lasten. Een punt volgens ons om in de gaten te houden. Het zou ook aardig zijn als bij die gemeenschappelijke regelingen wat meer gekeken werd naar de ontwikkeling van het accre. Een ander aandachtsgebied zit in de zorg en het WMO-stuk. Waar we in voorgaande jaren door steeds tijdig te anticiperen op komende financiële ontwikkelingen binnen het sociaal domein steeds uit konden komen met de budgetten, zien we dat dat steeds moeilijker wordt. Het sociaal domein met veel open eindregelingen is kwetsbaar voor financiële tegenvallers. De structurele financieringsproblematiek binnen de jeugdzorg wordt door het kabinet opgelost met eenmalig geld. Ik snap dat CDA-collega de vlucht naar voren kiest, maar in bestuurlijk Nederland wordt hier toch heel anders naar gekeken. Het is voor ons ook maar de vraag of op het geformuleerde uitgangspunt dat het sociaal domein zich binnen zijn eigen budgetten moet bedruipen met deze aanpak op termijn houdbaar is. De gemiddelde zorgkosten per inwoner liggen in de gemeente Coevorden zo'n 7% hoger dan het landelijk gemiddelde. Tel daarbij op vergrijzing, externalisering van ziekenhuiszorg en GGZ-zorg en iedereen kan bedenken dat de druk de komende jaren alleen maar verder toe zal nemen. We roepen het college dan ook op om preventie verder te versterken en natuurlijk niet alleen vanuit een financieel perspectief. We refereren bijvoorbeeld nog eens aan hetgeen in de laatste commissievergadering gewisseld werd over hetgeen laatst in een commissievergadering gewisseld werd over het aantal meldingen bij Veilig Thuis. Achter die meldingen zit vaak een wereld aan sociale, financiële en gezondheidsellende. Het integraal benaderen van probleemsituaties, het verder werken aan preventies en het doorontwikkelen van vroeg
vroegsignalering zien wij daarbij als opgave. Wij lezen in de kaderbrief dat u de 1000 dagen aanpak wilt omarmen. Wat ons betreft mag u daar fors op inzetten. Wij kennen dat als een succesvolle preventieve methode, met name bij gezinnen in achterstandssituaties. Het voorkomen van ziekte en ellende is natuurlijk altijd beter en waarschijnlijk ook goedkoper dan genezen. Als het college nog kans ziet om het qua preventie nog een schepje bovenop te doen, dan graag. Wellicht biedt de reserve voor innovatie in de zorg hier nog mogelijkheden. Verder denken we dat we nog wel wat te doen hebben ten aanzien van de inrichting van de samenleving als het gaat om toegankelijkheid. Wij herinneren nog maar eens aan de motie 2016-10, waarin we afspraken om voortdurend aan toegankelijkheid in onze gemeente te werken. Fysieke toegankelijkheid, maar ook toegankelijkheid van informatie. College, wordt het bijvoorbeeld niet eens tijd om een eenvoudig leesbare publieksversie van de belangrijkste jaarstukken te laten verschijnen? Toegankelijkheid is geen expliciete verantwoordelijkheid van de gemeente, maar van de hele samenleving. Dus ook van de winkelier om de hoek. En waar we als samenleving willen dat mensen met bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer of met verward gedrag langer in de wijk blijven wonen, moeten we ook bereid zijn om moeilijk begrijpbaar bedrag wat meer te accepteren of soms eens een handje toe te steken. In diezelfde motie spraken we af om bij ontwikkelingen in de fysieke ruimte expliciet aandacht te geven aan toegankelijkheid. U mag van onze fractie verwachten dat we dat kritisch blijven volgen. Voorzitter, ik heb dan nog een aantal losse onderwerpen die ik belangsloop. Tarief differentiatie OZB. Nou, zoals afgesproken komt dat in september terug. Ons uitgangspunt zal zijn dat we streven naar een verlaging van de OZB voor woningeigenaren. En natuurlijk gaat dat ten koste van een lastenverzwaring voor bedrijven, want wij zijn voor een gelijkblijvende opbrengst. We hopen dat de commissie het college na de zomer voldoende richting mee kan geven om bij de begroting met een concreet voorstel te komen. Budget, compensatiemogelijkheden, windenergie. We hadden nog een potje voor de wijken Hegen en Vosmaarten ter grootte van €61.000. Nou, volgens mij was die motie een beetje uit het beeld in de organisatie weggeraakt, want ik heb daarna herhaaldelijk navragen ter 11:00 vanmiddag nog iets van een antwoord op gegeven. Maar dat geld is nog steeds beschikbaar. Volgens mij hebben we in die wijken op dit moment wel wat te doen. Dus ik zou zeggen, college, pak dat nu eens voortvarend op en ga met die wijken in gesprek. Sportaccommodaties. Op diverse plekken zijn er plannen voor het opknappen en verduurzamen van sportaccommodaties. Bijvoorbeeld Drostenhal. Telefoon. Bijvoorbeeld bij de Drostenhal of op het Grootveld. We zijn benieuwd of het dit jaar ook nog zover komt dat er de schop de grond in gaat. Ter afsluiting, voorzitter. Ik kijk eens even naar de tijd. Dat gaat lukken. Ik heb nog een tweetal overlastdossiers uit de categorie natuur. De eikenprocessierups, door velen al genoemd. De eikenprocessierups is hier to stay. En de dennenprocessierups heeft inmiddels Gelderland bereikt. Dus die kunnen we volgend jaar in de kaderbrief behandelen. En in dermate grote hoeveelheden dat bestrijden of opruimen, ja, wel haast onmogelijk is. Her en der zien wij voorzichtige proeven met biologische bestrijding van de eikenprocessierups. Verbetering van de leefomstandigheden van insecten, vogels en vleermuizen, dat heeft ook een positief effect, zo blijkt op diverse plekken. En dat is ook een benadering die onze fractie op lange termijn voorstaat. En die denk ik ook één op één aansluit bij een natuurlijker beheer van bermen, plantsoenen, etc. Natuurlijk moeten overlastsituaties direct zoveel als mogelijk worden bestreden, maar op lange termijn moeten we werken aan een nieuw natuurlijk evenwicht. Een tweede dossier waar we nog aandacht voor willen vragen is het bestrijden van roekenoverlast. We weten uit informele contacten dat er gekeken wordt in overleg met de provincie wat er gedaan kan worden. Maar het lijkt ons goed dat het college hier ook in de openbaarheid aangeeft hoe het daarmee staat. Voorzitter, tot zover. Dank u zeer, meneer Slomp. Dan is het woord aan mevrouw Driehuis. Pak.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik heb denk ik 3 keer 10 minuten, want ik neem de tijd van D66 en PPC er gewoon bij. Nou, als u nou had begonnen het vriendelijk aan de voorzitter te vragen, had u nog een kans gemaakt misschien? Als u dat goed vindt. Nee, niet meer. Bij deze. Nee, gekheid. Tja, de kaderbrief 2019. Ook dit jaar wordt ons weer gevraagd om een beschouwing te geven op de kaderbrief. En dat vinden we als PAK toch altijd wel wat lastig, omdat kaderbrieven over het algemeen kader stellen voor de programmabegroting, maar weinig tot echt concrete voorstellen bevat. Het blijft veelal bij uiten van ambities, mogelijke plannen die in de nabije toekomst zullen uitgewerkt. En nou ja, daarom kijken we ook uit naar de begrotingsbespreking, omdat daar die ambities, omdat we daar de ambities in deze kaderbrieven uitgewerkt zullen vinden, al dan niet onderbouwd met een beleidsrichting en een financieel plaatje. Dan kunnen we er dus gerichter op reageren en met voorstellen komen. Hebben we dan niks te zeggen als PAK? Jawel, want ik moet die minuten vol gaan maken. Dus u heeft uw kaderbrief onderverdeeld in 4 thema's. Voorkomen, duurzaamheid, aantrekkelijk Koevoorde en Koevoorde verbindt Next Level. En daar zullen we dan ook iets over zeggen. Daarnaast geeft u aan dat u wilt tellen en vertellen. Aangeven waar u aan het eind van de bestuursperiode wilt staan. En dat ook kunnen onderbouwen met cijfers. Als PAK juichen we dat toe. Want alleen dan kunnen we ook constateren dat het beleid effect heeft gehad en dat het geleid heeft tot de beoogde resultaten. Natuurlijk is niet al het beleid in cijfers te vangen, maar net als u zelf aangeeft, kan wel op een goede manier gemonitord worden. En dat is belangrijk voor onze controlerende taak als raad. We lopen de thema's door. Het thema voorkomen. U geeft aan de beweging nog te weinig richting voorkomen te hebben gemaakt. En dat u daarom meer wilt gaan investeren op het gebied van voorkomen. Een belangrijke ambitie, maar hoe zorgen we er met elkaar voor dat we aan de voorkant het beleid en de inhoud op een goede manier samen laten komen? Hoe zorgen we ervoor, in het sociaal domein, dat we meer aan de voorkant investeren dan aan de achterkant? U geeft terecht aan daar met het verschuiven van de wetten naar de gemeente dat daar te weinig tijd voor is geweest. Volgens de fractie van het PAK begint het ermee te onderkennen dat er een dergelijke transformatie tijd vergt. We staan nog maar aan het begin van deze transformatie, die in wezen nog maar pas en eigenlijk nog goed op stoom moet komen. Waarom kunnen we bij een energietransitie wel 35 jaar vooruitkijken en doen we dat niet bij een zo belangrijke en omvangrijke transformatie jeugdzorg en WMO? Waarbij de discussie nu steeds over tekorten gaat in plaats van hoe we het en inhoudelijk anders en beter moeten gaan doen en kunnen doen. Waarbij er minimaal een generatie voor nodig zal zijn om tot een cultuurverandering te komen, waarbij preventie en voorkomen ook echt een kans van slagen heeft. Dat is niet te vatten in termijnen van 2 jaar voor wat betreft een aanbesteding of de houdbaarheid van wethouders en een raad voor een raadsperiode van 4 jaar. Wij denken dat de visie op positieve gezondheid van dokter Machteld Hubers daar een bijdrage aan kan leveren en past bij uw streven naar voorkomen. Mijn fractie zou u willen verzoeken hier in een themabijeenkomst met uw raad eens dieper op in te gaan. Duurzaamheid. Vanuit het raadsakkoord ligt er een hele mooie opdracht aan het college om meer te doen aan biodiversiteit. Een mooi gelopen proces. Een eerste in de reeks en een leerzaam proces ook. We zijn benieuwd naar de uitwerking die het college aan de raad zal voorleggen en verwachten dat dit ook financieel zal worden onderbouwd met een toereikend budget. We gaan ervan uit dat dit voorstel ook het debat over biodiversiteit in de raad zal versterken. We blijven het als PAK heel belangrijk vinden dat inwoners een bijdrage leveren aan die duurzaamheidsagenda. We zouden dan ook graag zien dat er een specifiek duurzaamheidsstimuleringsfonds komt voor stad, wijken en dorpen. Daarmee kunnen inwoners makkelijker stappen maken met duurzaamheidsprojecten in wijk of dorp. Daarnaast snappen we ook dat de aanleg van bijvoorbeeld grote zonneparken bij sommigen vanwege de omvang op weerstand stuit. Echter hebben we met elkaar een energieomslag te maken en zonneparken passen daarbij. Wel met oog voor de omgeving en de wijze waarop het ingepast wordt. Wij zijn tegen de komst van verdere biovergisters, omdat die volgens ons verre van duurzaam zijn. Het verdienmodel is vooral subsidie. Dus we willen graag het gesprek aangaan om de vestiging van dit soort type bedrijven in Koevoorde tegen te gaan. En we hopen daarbij de programmabegroting concrete plannen voor te doen. Aantrekkelijk Koevoorde. Het is een zaak dat we als gemeente een aantrekkelijke gemeente zijn om in te leven, te wonen en te werken. En daar werken we via diverse programma's hard aan. Er zijn op economisch gebied een hoop zaken opgestart. FabLab, ruimte voor pioniers, ondernemersdienstverlening en revitalisering van bedrijfsterreinen. Heel moeilijk woord.
Met name in die laatste categorie hopen we dat bedrijven die het voortouw nemen in echt duurzame initiatieven de ruimte krijgen en dat wij ze daar als gemeente in tegemoet komen op het moment dat zij zich hier willen vestigen. Investeren in het herontwikkelen en opknappen van oude bedrijfsterreinen is wat ons betreft belangrijk. Ze zijn er al en in onze optiek is het niet nodig om nieuwe te creëren. De omgevingswet is een belangrijk punt voor de komende bestuurlijke agenda de komende jaren. De tijd gaat sneller dan we willen. En we zijn als PAK blij dat we met de wijze waarop we als klankbordgroep vanuit de Raad worden meegenomen in dit transitieproces. Er moet nog heel veel gedaan worden, maar we zijn op de goede weg. En we zijn blij dat er wordt gekeken naar de verdere differentiatie van het OZB-tarief. U heeft ons reeds een onderzoek doen toekomen. En dit gaat ook de fractie van het PAK helpen om tot verdere oordeelsvorming te komen. We zullen, eventueel in samenwerking met andere partijen, in uw raad tot voorstellen komen bij de begroting. Waar we blij mee zijn, is de ontwikkeling van financiën. Waar we blij mee zijn, is de ontwikkeling van het storten van eventuele overschotten in een speciale stelpost. In plaats van in de algemene reserve. En dat die effecten van de begrotingswijzigingen als ook het saldo van de halfjaarsrapportage ten gunste of ten laste worden gebracht van deze stelpost. Want dat geeft ons inzicht en het helpt ons ook bij onze controlerende taak. Zorgen hebben we om de enorme uitgaven die we jaarlijks doen om de eikenprocessierups te bestrijden. We hebben hem al veel voorbij komen, horen komen. Want daar moet naast bestrijding een structurele en duurzame aanpak voor komen. En misschien kan het college dit meenemen in het voorstel biodiversiteit dat zij aan de raad zal presenteren naar aanleiding van het raadsakkoord. Al dan niet in combinatie met een provinciale aanpak. Een andere zorg die we hebben zijn de verbonden partijen. Dat blijft gewoon een zorg. Dit blijven regelingen waar we heel veel geld in stoppen. Positief vinden we wel dat we als raadswerkgroep daar heel hard aan werken en ook steeds meer grip krijgen op die verbonden partijen. Goed overleg met betrokken organisaties leidt tot meer begrip, maar ook inzicht hoe kosten ontstaan. Vanuit onze controlerende rol zien we dat we meer en meer ook kritischer worden in onze houding naar deze regelingen. De samenwerking met de betrokken accounthouders binnen de gemeente is daarin cruciaal en gaat steeds beter functioneren. We danken het college en het ambtelijk apparaat voor deze kaderbrief. Het is een helder stuk en we kijken als PAK uit naar de komende programmabegroting en de uitwerking van deze kaderbrief daarin. Wat we wel willen meegeven is het verzoek eerlijker te begroten door aan projecten ook een reëel budget te hangen en niet achteraf te komen met begrotingswijzigingen. Dat geeft een reëler beeld van de situatie, financiële situatie van de gemeente. Dank mevrouw Driehuis. Tempo zit er goed in. Complimenten daarvoor. We winnen ook natuurlijk omdat er nu vanavond twee fracties niet deelnemen aan de beraadslagingen over deze kaderbrief. Geen reden om nu de spreektijd maar gewoon vol te praten. Dat doet u ook niet, dus helemaal goed. Ik stel voor dat we doorgaan met de beantwoording van de zijde van het college. U kent de volgorde. We beginnen met de portefeuillehouder verantwoordelijk voor financiën. En dan volgen de overige collegeleden. Ik zal dan afsluiten. En ik vraag dan bij die gelegenheid de heer Zuur om deze plek in te nemen om als voorzitter te fungeren. Hij heeft tenslotte nog maar één kans. De heer Zwiers, namens het college. Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik de raad graag danken voor alle complimenten die in ieder geval over de helderheid van een stuk zijn gegeven. Complimenten die ook gegeven zijn aan de ambtelijke organisatie. Dat voelt natuurlijk goed. Ik heb ook van u allen gehoord dat u het gevoel heeft in ieder geval in controle te zijn. Nou, datzelfde gevoel heeft het college ook. En ik moet u eigenlijk bekennen, ik denk ook dat het echt zo is. Dus dat is toch ook wel fijn. Dat betekent ook dat we op een goede manier naar de toekomst kunnen kijken. En dat doen we ook met die kaderbrief natuurlijk. Dat wil niet zeggen dat we het allemaal zorgeloos doen. U heeft daar al wat beschietingen voor gedaan, maar er zijn nog wel een aantal zaken die ons natuurlijk bezighouden. PvdA die hebt al van de landelijke problematiek, of in ieder geval de landelijke verantwoordelijkheden en hoe daarmee omgegaan wordt richting gemeenten. Dat gaat vaak over geld, het gaat ook over beleidsruimte. En daarin vinden we elkaar ook op Drentse niveau in VDG om samen te kijken of we druk kunnen zetten.
via het VDG en wellicht ook met andere regio's die dezelfde problematiek ervaren richting Den Haag. En daarvoor zijn de eerste stukken in ieder geval geproduceerd en wordt dat ook gedeeld met alle gemeenten, in ieder geval eerst in Drenthe en daarna wellicht ook nog breder. Pak omschrijft goed de kaderbrief. Het is een kaderbrief en geen kadernota. En daar hebben we bewust voor gekozen. En dat geeft ons ook meer tijd om in controle te blijven. Want dan hoeven we niet 3 keer een begroting te maken per jaar. Daar is in een vorige bestuursperiode ook bewust op aangestuurd. En volgens mij begint dat ons steeds beter te bevallen. Naarmate ook die kaderbrief wat meer duidelijkheid en concreter is. En ook meer verwijst naar die andere beleidsdocumenten die van toepassing zijn. Even reagerend op de partijen, BBC heeft het ook over het verleiden en het verkopen van de regio. Daar zijn we meedoende, daar zijn we ook mee, waren we al een keer mee gestart, dat is even blijven liggen. Maar we zijn bezig met het samenvoegen van wonen en economie, om eens te kijken van ja, wat kunnen we daar nou mee om, zoals dat heet, de jeugd te interesseren voor dit gebied. Dat gaan we, ik hoop, in 3e kwartaal vind ik vooral wel afronden. Maar daarmee willen we ook een stapje maken richting de regio-deal. Want ook daar is het ter sprake geweest. Ik heb dat al eerder gezegd in de commissievergadering volgens mij. En ik vind het hartstikke belangrijk dat wij met meer trots naar onze regio kijken. Is ook iets wat BBC in ieder geval ook aangaf. En dat doe je met elkaar. Dat doe je niet alleen als college of als raad. Dat doe je ook maar samen met de inwoners. En dat doe je samen met ondernemers. Want dat zijn onze beste ambassadeurs. Als het gaat om de besteding van aan de extra opbrengst voor toerisme en recreatie, en ik pak ook maar even de opmerking van het CDA daarbij, ja, dan zeg ik van, nou, wij conformeren ons op dit moment als college, hebben we ons even geconformeerd aan het advies van Recreatieschap Drenthe. En als het gaat om de uitwerking van die differentiatie, dan zeg ik u hierbij toe dat ik persoonlijk ook vind, maar ik denk ook ons college, dat we dan ook wel echt iets moeten hebben. Als dat niet zo is, dan stel ik in ieder geval voor om dan wel zelfstandig iets te gaan doen. Want dan heeft het wachten lang genoeg geduurd. Maar ik heb er overigens alle vertrouwen in dat dan het onderzoek wel is afgerond. Maar het staat gepland voor eind van, in ieder geval voor het eind van dit jaar. Even terugkomend bij BBC. Ja, niet per se die 42% solvabiliteit. Meerdere partijen hebben het over die solvabiliteit gehad. Ik denk dat het belangrijk is dat we met zorg inderdaad, zoals BBC ook stelt, het geld uitgeven. Dat we die 30% met elkaar ook bewust hebben afgesproken om ruimte te creëren, om die ambities waar te maken. Het gaat natuurlijk niet alleen om investeren. Het gaat ook om de jaarlijkse kosten, de exploitatielasten die erachter vandaan komen. Dus ook daar zullen we wel aandacht voor moeten houden. Even kijken, de VVD had nog de jongeren om die wat meer bij de binnenstad te betrekken. Ik zou dat heel graag ook willen. Ze zijn ook uitgenodigd daarvoor. En ze nemen ook deel in de denktank. Dus wat dat betreft zijn ze wel aangesloten. Maar ik ben het met u eens, het kan altijd beter. Maar dat zal ook misschien komen op het moment dat we wat meer laten zien. Dat het wat concreter wordt. Dat dan de jeugd zich ook wat meer aangesproken voelt. En verleid voelt om daar misschien wat meer in te gaan doen. En als het gaat om de OZB, door meerdere partijen aangehaald. Ja, dan reppen een aantal partijen van een lastenverlaging of een verschuiving van de lasten. Dat zullen we zien. U heeft afgesproken in uw raad dat in september daar allerlei zaken voor aangeleverd zouden kunnen worden en besproken kunnen worden. Wat ik daarbij wil aantekenen is, ja, het hangt natuurlijk wel samen met alle ambities die wij verder hebben. Welke middelen we nodig zijn en hoe die dan gedekt zouden kunnen worden. Als het om onderwijs en bedrijfsleven gaat, ja, dan ben ik ook erg blij met die samenwerking, dat die steeds beter wordt. En in het beroepsonderwijs is dat echt wel aan de hand. Skills for Future heb ik al eens genoemd. Een project waar de subsidie van afgewezen is, maar waar we toch mee doorgaan. Omdat er simpelweg behoefte is. En we niet zeggen, ja, dan hangt het af van de subsidie of het doorgaat of niet. Nee, het hangt af van de behoefte die er is, of het wel of niet doorgaat. Dus we pakken dat op en misschien enigszins getemporiseerd. De vraag over de update van hoe die reserves besteed zouden kunnen worden. Dus wat nadere uitwerking van de plannen onder die reserves.
Ja, dat is over verschillende portefeuilles, maar volgens mij hebben wij daar aandacht voor en zal daar ook richting begroting wel wat meer duidelijkheid over komen. En als dat niet zo is, dan zullen we dat verklaren waarom dat niet zo is. Nou, voorzitter, volgens mij nog even reagerend op PvdA, duidend op trap op trap af. Ja, natuurlijk heeft dat onze zorg en ja, wij vinden ook dat daar eigenlijk wel paal en perk aan gesteld zou mogen worden. Landelijk wordt daar ook wel over gesproken van hoe je dat zou kunnen beteugelen. Maar ja, dat is toch een lastige oefening. Daar ben je twee partijen voor nodig om dat zeg maar, voor elkaar te kunnen krijgen. Maar ik ben met de winsten de fluctuaties die we eigenlijk hadden willen ondervangen door uitbreiding ook van het gemeentefonds met sociaal domein, dat op zou leveren dat we minder fluctuaties zouden krijgen. Dat heeft niet zo mogen zijn en dat mag de Rijksoverheid zich ernstig aantrekken wat mij betreft. Dan de publieksversie van de jaarstukken. Ja, daar er was een voorbeeld, neem ik aan, wat de heer Slomp ter sprake bracht. Ik denk dat het met publieksversies van wat dan ook belangrijk is dat we dat naar behoefte doen. En dat we eerst eens even verkennen wat dan de behoefte van onze inwoners is. En je zou kunnen zeggen, je kunt het ook omdraaien. We maken iets en dan kijken we wel of gelezen wordt. Maar ik denk niet dat dat de goede volgorde is, als ik eerlijk ben. Maar uiteraard, wij zijn altijd bereid om dingen te doen als daar behoefte aan is. Tot zover als dit moment, voorzitter. Dank u wel, meneer Zwiers. De heer Huizing. Dank u wel, voorzitter. Laat ik in het kader van de tijd maar weer wat onderwerpen proberen te bundelen. Ik heb er een viertal voorbij zien komen die volgens mij door een aantal en soms zelfs door alle fracties genoemd zijn. Jeugd, kunst en cultuur, duurzaamheid. En in dat rijtje misstaat ook de eikenprocessierupsen niet. En daarna zal ik een aantal wat lossere opmerkingen even langs gaan. Als eerste jeugd. En dan begin ik bij de bijdrage van de CDA-fractie die aandrong op het belang van vooral preventie en dan het naar de voorkant brengen van allerlei specialistische kennis naar het voorveld en het constant stellen van de vraag wat is het beste voor het kind. Nou, woorden die mij uit het hart gegrepen zijn en belangrijker nog, waarvan ik ook merk dat die bij onze medewerkers, maar bij ook steeds meer zorginstellingen niet alleen met de mond gebezigd worden, maar die proberen ze ook in de praktijk te brengen. En dan sluit ik aan bij wat mevrouw Driehuis namens de PAK-fractie naar voren bracht van ja, maar we zijn er nog lang niet. En het is inderdaad een proces van vele jaren. We hebben in ieder geval met z'n allen de juiste richting te pakken en wij hopen dat met onze inkoop straks nog meer en nog betere richting te kunnen gaan geven. Dan over diezelfde jeugd gaf de PvdA-fractie nog aan van nou, het geldtekort is opgelost met incidentele middelen. Ja, ja klopt. Dus volgens mij niks tegen in te brengen. Volgens mij hebben we in ieder geval het uitzicht op meer gekregen. Maar ik denk dat we allemaal heel goed beseffen dat dit leuk is voor de komende jaren. Maar dat we daar op de lange termijn niet mee gered zijn. En dat we inderdaad ook de preventie moeten versterken, zoals ook door meerdere fracties naar voren werd gebracht. Dat is wat mij betreft volledig helder. En het meedoen aan de kansrijke stadcoalitie, oftewel inzet op de 1000 dagen, is daar volgens mij een hele belangrijke ook in. Dan kunst en cultuur. Zoals u in de kaderbrief even heeft kunnen lezen. En dat geeft misschien meteen een antwoord op de vraag die de BBC-fractie had. Van, wat denk je dan concreet aan? Nou, volgens mij moeten we vooral nu nog niet heel concreet worden. Omdat de kip nog nog niet eens aan het broeden is. Maar vooral aan het praten nog met diverse mensen met concrete ideeën. Maar wat we wel al zien, en dat hebben we ook in onze aanmelding voor culturele gemeenten hebben we dat aangegeven, is dat wij willen gaan inzetten op viering, verbondenheid en versterking. Nou, volgens mij geeft dat al een beetje richting waar het nieuwe cultuurbeleid dan toe moet leiden. Ja, de VVD-fractie gaf aan van nou, eigenlijk is die hele viering van 350-jarig ontzet en culturele gemeente een mooie kans om kunst en cultuur naar de next level te tillen. Helemaal mee eens, dat is ook precies de bedoeling. En
Wat ik daarbij ook heel erg interessant vind, is een ontwikkeling die we nu veel breder zien en waar ik onlangs nog van iemand die zich erg veel met kunst en cultuur in Drenthe bezighoudt, de opmerking kreeg. Eigenlijk doet Coevorden dat al, of heeft Coevorden een aanzet al gegeven. En dat is namelijk minder het stimuleren of subsidiëren van allerlei instellingen. Maar uiteraard doe je dat voor een deel nog wel. Maar ook vooral initiatieven te gaan subsidiëren. En dan vooral die initiatieven die kunst gewoon of kunst en cultuur als breed gedragen uiting van veel mensen duidelijk maken. Dus ik denk dat dat ook een mooie invulling is van onze nieuwe kunst- en cultuurrol. Dan duurzaamheid. Nou, daar zag ik toch een beetje de heer Slomp verzuchtte nog even. Ja, eigenlijk wordt de politiek misschien wat minder spannend van als alles redelijk op de rit lijkt. Ik zag toch een kleine clash is een groot woord, maar in ieder geval een verschil van mening tussen de VVD enerzijds en PAK en de Partij van de Arbeid anderzijds. Waar de VVD zegt van nou, we hoeven vooral geen koploper te zijn en we doen al zoveel. En ook onze inwoners doen al zoveel. Hoorde ik zeker bij het PAK van nou, eigenlijk zou er nog wel een schepje bovenop mogen. Ook bij wat onze inwoners doen. En nou ja, het PAK gaf daarbij de helpende hand van misschien moeten we maar met een soort stimuleringsfonds op het gebied van duurzaamheid komen. Volgens mij een hele interessante gedachte, maar ik denk dat we die discussie nu niet heel erg uitgebreid inhoudelijk moeten gaan doen, maar dat we dat straks bij de visie wel kunnen gaan doen. Nog even de zorg van de VVD van ja, we hoeven niet voorop te lopen. Op dit moment lopen we in Drenthe voorop, maar landelijk kan ik u geruststellen, lopen wij zeker nog niet voorop. En ik denk wel dat we moeten uitkijken dat we straks de wet van de remmende voorsprong zich niet gaat voordoen. En wil dat dan zeggen dat we overal waar nu ruimte is, dat we daar maar zonnepanelen en windmolens neer moeten zetten? Nee, vooral niet, denk ik. Maar ik denk dat er wel een mooie kans ligt voor dorpen die zelf willen inzetten op verduurzaming en die daar een eigen invulling aan willen geven. En ik denk dat we dat soort ontwikkelingen vooral niet moeten gaan blokkeren. En dan kom ik bij de eikenprocessie, Rups. Nou, eigenlijk de tendens uit alle verhalen, of uit iedere inbreng die u vanavond heeft gedaan, is al van, ja, het is een groot probleem geworden. En we weten met z'n allen dat we het niet van vandaag op morgen hebben opgelost. Ik hoor van een aantal partijen al de roep, de terechte roep van, nou, eigenlijk, als je het echt wil bestrijden, moet je gewoon meer inzetten op biodiversiteit. Helemaal terecht wat mij betreft, want alleen met natuurlijke vijanden of het ruimte bieden aan natuurlijke vijanden kun je het natuurlijk evenwicht herstellen. Maar op korte termijn komen we daar niet mee. En we zien dat bijvoorbeeld ook maatregelen zoals we hebben uitgevoerd in de preventieve zin, ja, dat die ook vooral afhankelijk zijn van een bepaald weertype. En als het weertype minder geschikt is, dan krijg je ook wat we nu krijgen. De provincie heeft inderdaad aangegeven van wij willen graag een wat meer gecoördineerde gemeentegrens overschrijdende aanpak. Daar werd door een aantal fracties gevraagd van is dat een goede manier? Nou, volgens mij is dat een hele goede manier, omdat die eikenprocessierup zich ook niet houdt aan gemeentegrenzen. En volgens mij kunnen we daardoor misschien de bestrijding wat efficiënter en effectiever doen. Maar ik denk dat wel, zoals uit een aantal bijdragen ook bleek, wel op zijn plaats is om hier te zeggen van ja, we gaan het niet allemaal kunnen voorkomen. Dus ik kan niet garanderen dat er volgend jaar niet nog meer eikenprocessierupsen zijn. Of dat we net zoveel hebben als dit jaar, wat ook al erg genoeg is dan. Maar we zullen in ieder geval van alles blijven doen, zowel aan de preventieve kant als aan de bestrijdende kant. En de prioritering daarvan heeft u inmiddels ook kunnen horen. Dan de bijdrage van de fracties. BBC stelde een vraag over de stand van zaken met betrekking tot de Bentheimerpoort. Daar zijn we aardig in gesprek op dit moment. En ideeën worden uitgewerkt waarbij aan de ene kant wordt ingezet op het zichtbaar maken en houden van de restanten die onder de grond zitten. Aan de andere kant het beeld van de poort op welke manier dan ook. Dat is vooral nog onderwerp van discussie.
ook weer zichtbaar maken. En daarbij hebben we hele goede gesprekken met de ontwikkelaar die aan beide kanten van de weg op die plek al een ontwikkeling voor ogen had. Wat dat precies gaat betekenen, hoe het er precies komt uit te zien en vooral ook het financiële plaatje, is er nog wat te vroeg voor, maar daar hoop ik toch op niet al te lange tijd bij u op terug te komen. Dan heeft de BBC-fractie ook aandacht gevraagd voor het fietsplan en aangegeven derde kwartaal is echt de deadline. Ik snap dat u zegt van het moet snel, dat wil ik zelf ook graag. Maar ik wil in ieder geval wel dat we het proces wat we volgens mij heel mooi breed hebben gedaan en heel zorgvuldig hebben gevoerd. Door iedereen die daar maar enigszins ook door geraakt wordt door zo'n nota, door die de mond te gunnen. Ik denk dat we dat in ieder geval ook wel goed moeten kunnen afronden. Dus nogmaals, ik snap uw roep om snelheid, dat willen we ook zoveel mogelijk doen. Maar ik durf u geen garantie te geven dat de deadline echt een keiharde deadline is. Hoewel ik op dit moment, laat ik dat er meteen bij zeggen, geen signaal heb dat we hem niet gaan halen. En u geeft ook aan, ja, er zijn meer knelpunten dan alleen het fietspad Geesestroom. Nou, Geesestroom is eigenlijk iets wat voorbij kwam. Omdat daar toch met het hele gebied met een aantal partijen aan gewerkt wordt. En volgens mij is het dan een kans om daar het ook op te plussen. Dat neemt niet weg dat wij inderdaad ook nog andere fietspaden hebben die verbeterd moeten worden. Hetzij qua fietspad of hetzij zoals de VVD-fractie aangaf qua verlichting. Nou, zoals u weet hebben wij samen met dorpen hebben we in beeld gebracht wat zijn nou die belangrijkste schoolroutes en waar daar knelpunten zijn, zeker op het gebied van verlichting, worden die de komende jaren ook aangepakt. Dus daar zetten we inderdaad op in. Dan, ja, we waren er nog niet. Het zijn gewoon zoveel punten, ja. Nieuwe vesten werd door de VVD-fractie nog aangegeven. Nou, misschien of de huisvestingskosten lopen op. Het aantal leerlingen loopt terug, want er zijn nou eenmaal minder leerlingen. Ja, dat is inderdaad een feit. En dan zou verplaatsing naar de binnenstad een optie kunnen zijn. Nou, dat is in ieder geval niet de optie die wij nu als eerste voorkeur hebben. Nieuwe vesten overigens ook niet. Nou, zoals u weet zijn we wel in gesprek om te kijken hoe we Een voor de toekomst een mooie huisvesting voor de nieuwe vesten kunnen krijgen die ook aansluit bij wat ze gewoon nodig hebben. En ook de PvdA-fractie, meen ik, had daar nog een opmerking over dat nou ook een onderwerp is waar geld voor zou moeten zijn voor renovatie dan wel voor nieuwbouw daarvan. Dan kom ik nog bij een andere vraag van de PvdA-fractie. De 61.000 euro compensatiegelden voor de hegen. Dat is inderdaad een terechtpunt wat u aanroert. En wij, zoals u weet, het grote probleem was met wie gaan we nou in gesprek daarover. En inmiddels zijn wij zover dat wij weten of dat zich iemand, enkele mensen hebben opgeworpen als gesprekspartner en we hebben afgesproken dat we direct na de zomervakantie daarover verder gaan doorpraten. Dus daar moet u nog even geduld vragen voordat we weten wat daar echt gaat gebeuren. Maar daar leven een aantal concrete ideeën. En dat zijn ook ideeën die denk ik echt wat kunnen betekenen voor de wijk. Nou, voorzitter, volgens mij ben ik er nu dan wel doorheen. Nee, wacht even, de roekoverlast. Ja, anders krijg ik die in tweede termijn nog. Dus hoe staat het met de roekeroverlast? Nou, volgens mij met de overlast staat het niet zo goed. En met het beleidsplan ook nog niet echt. We hebben het er al eens eerder over gehad. Wij zijn de roekerhoofdstad van Nederland. En dat was nou niet waar wij graag koploper in wilden zijn. Dus wij zijn met een aantal partijen aan het kijken welke ruimte wij ook kunnen krijgen om daar wat aan te gaan doen. Om in ieder geval ervoor te zorgen dat er een verplaatsing plaatsvindt van die plekken waar veel roeken zit, die dicht bij bebouwing of dicht bij bewoning is gelegen. En de roek laat zich niet makkelijk sturen, dat is in ieder geval helder.
En ook daar merken we gewoon dat allerlei ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan met verdrogingen en vernattingen de roeken wel naar deze locaties hebben gedwongen. Dus een echte lange termijn aanpak is denk ik om daar vooral op in te zetten. En op korte termijn, wat ik al aangaf, proberen we in ieder geval met het beleidsplan ruimte te krijgen om wat te gaan doen. En dat is niet makkelijk bij een beschermde diersoort als de roek. Dat was het echt, voorzitter. Dank u zeer. En anders is er nog een tweede termijn. Kijk naar de heer Brink. Dank u wel, voorzitter. Beste leden van de raad, mensen op de tribune en thuis. Er zijn een mooie beschouwing gehouden. Als het gaat om het sociaal domein wordt zeer de nadruk gelegd op preventie. En ik ben erg blij dat elke fractie daar ook zoveel aandacht aan besteedt. Want preventie, dames en heren, is het enige wat ons redden kan om de financiën in het sociaal domein nog enigszins op peil te houden. Preventie, dat doen we op heel veel gebieden. De 1000 dagen plan is al genoemd, daar zetten we volop in. Dat komt de komende jaren volop in actie in Coevorden. We kennen het uit de experimenten. Een aantal jaar geleden zijn ook een aantal experimenten in Coevorden doorgevoerd. Die waren buitengewoon succesvol. Het zijn geen goedkope trajecten, maar de opbrengsten zijn het drievoudige van wat het kost. Dus dat brengt in ieder geval een mooi perspectief met zich mee. Niet alleen financieel, maar ook vooral de mensen die begeleid worden, die een nieuw perspectief samen met hun kind kunnen tegemoet zien in Coevorden. Laat ik beginnen met baby 7, de heer Boy. Hij zegt over zijn algemeen dat het een helder stuk is en daar ben ik blij om. Hij geeft ook aan dat er veel aandacht zou moeten zijn voor de monitoring. Dat onderschrijf ik heel graag. Dat hebben we ook op gang gezet. Want elke keer als je een nieuw preventieprogramma begint, zul je ook de monitoring weer opnieuw vast moeten stellen. Of je haalt wat je voor ogen hebt gehad. En iemand, volgens mij zei de VVD ook, ja, we zullen een aantal generaties misschien wel moeten wachten voor we de echte resultaten zien. En het is dus ook een soort winstwaarschuwing dat deze raad en de volgende raad niet de pluimen op de hoed zal krijgen. Maar misschien die raad erna en het college, dat die de echte resultaten zullen zien van wat preventie met zich meebrengt. En we doen nogal wat in Coevorden. Er lopen op dit moment diverse werkgroepen voor Gezond in Coevorden. En Gezond in Coevorden, dat is een vereniging van een aantal organisaties die zich bezig gaat houden met preventie in Coevorden. Dat zijn professionele zorgorganisaties, waaronder Saxenburg, waaronder Tangenborg, Treant, Icare, Maatschappelijk Welzijn, en noemt u maar op. Die hebben gezegd, ja, wij zien in dat wij zorgorganisaties zijn, maar wij zien ook in dat de omgeving waarin wij werken een stuk gezonder kan. En daar willen wij onze kennis en inzet aan verbinden. En dat willen we niet zomaar doen, want anders leggen wij iets op. Die verbinding maken wij ook met de samenleving. En wij beginnen daarmee in 2 weken in Coevorden en een dorp, het dorp Dalen, om daar de eerste pilots mee te draaien. En die werkgroepen bestaan eruit preventiemaatregelen voor de jeugd, preventiemaatregelen voor ouderen, preventiemaatregelen in zijn algemeenheid. We proberen de verbinding ook te leggen met de sportverenigingen, om ook die betrokkenheid te organiseren bij de samenleving. Voorzitter, meneer Boy die vroeg om de personele inzet van Actief voor Werk, om concreet te zijn. Wij zijn daarmee bezig om u een schriftelijke uitgebreide beantwoording voor te bereiden. Maar om u enigszins geruste vakantieperiode in te laten gaan, kan ik u wel vertellen dat we in 2009 3,5 miljoen ruim uitgaven voor het sociaal domein aan personele lasten. En dat we nu op 1,3 miljoen zitten. En de resultaten de afgelopen jaren, mede ook dankzij de toenemende groei van de economie, ook een 10 tot 20% minder klanten hebben in ons bestand. Dus u krijgt een uitgebreid antwoord, ook om u inzicht te geven over de fluctuaties die daarin zitten.
We hebben op dit moment veel meer taken gekregen, al vooruitlopend op de wetgeving, voor onze statushouders. Dat geeft een stijging in het aantal personeel, maar het geeft ook een stijging in het aantal activiteiten. Dus het is iets te eenvoudig om een FTE-plaatje neer te leggen als je niet precies weet wat daarachter zit. Dus dat proberen we u ook even goed in een schriftelijke antwoord aan u te verduidelijken. Ik ben blij dat de VVD op het gebied van het sociaal domein vindt dat we de zaak in goede op orde hebben. Meneer Sieben, ik ben u buitengewoon dankbaar voor deze opmerking. En wij proberen dat ook zo te houden, mevrouw Sieben. En ik begrijp ook dat u vindt dat er wel heel veel geld naar het sociaal domein gaat. En ik verwacht ook dat u in de tweede termijn vast wel aan zult geven waarom u dat vindt. En dat is ook inderdaad zo. Er gaat veel geld naar het sociaal domein, maar dat is ook nodig in Nederland. In Nederland hebben we een belangrijk sociaal vangnet om onze samenleving goed op orde te houden, om goed op orde te krijgen, maar ook om al die preventieve maatregelen verder uit te kunnen voeren. De initiatieven op het gebied van preventie zijn niet alleen in Coevorden, die delen we ook op Drents niveau. En dat geldt niet alleen voor preventie, dat geldt ook voor de dementievriendelijke gemeente en de dementievriendelijke provincie. Alle activiteiten komen op stoom. Ik zal u daar ook van op de hoogte houden, wat dat voor effecten en wat voor activiteiten dat ook zullen zijn. Dat geldt ook op het gebied van eenzaamheid. Daar heeft de CDA-fractie in het verleden ook meermalen aandacht voor gevraagd. Op dit moment lopen er allerlei activiteiten om die eenzaamheid toch een stuk invulling te geven. En dat geldt niet alleen voor ouderen, want daar denken we heel snel aan. Dat geldt ook voor hele andere leeftijdsgroepen, waar we zo in de eerste, op de eerste blik niet aan zouden denken, maar die er toch wel degelijk is. Daar wordt hard aan gewerkt. En dames en heren, er wordt bezorgdheid toch wel uitgesproken over de decentralisaties. Vergis u niet, die decentralisaties lopen gewoon door. De wetverplichte GGZ die komt eraan, dat betekent een nieuwe taak voor de gemeente. De maatschappelijk opvang en beschut wonen is een opvang van de centrumgemeente, maar wordt door te gedecentraliseerd naar elke gemeente. Het zou aanvankelijk in 2021 zijn beslag krijgen. Er is een jaartje uitgesteld, maar hij komt er zonder meer aan. Dus die decentralisaties die lopen gewoon door. U kunt het ook zien in alle verslagen die we moeten en willen maken, dat er steeds een steeds dikker verslag misschien wel is. Dat komt ook omdat we ook steeds meer taken naar ons toe bedeeld krijgen. Er is gesproken over toegankelijkheid, een terechte opmerking. En die toegankelijkheid willen we in alle beleidsterreinen doorvoeren. Zo ben ik op dit moment bezig met alle buitensportaccommodaties om die moderniseringsslag te maken. En samen met die organisaties, met die verenigingen, hebben we afgesproken dat een van de prioriteiten is de toegankelijkheid. Dus in alle accommodaties wordt geïnventariseerd wat daarvoor nodig is om toegankelijkheid daar voor iedereen ook te garanderen. En dat verheugt mij zeer. En vooral het enthousiasme waar verenigingen dat mee doen en het zonder meer de verantwoordelijkheid daarvoor willen nemen. Er wordt veel gesproken over de voorkant investeren. Nou, hetzelfde antwoord als wat collega Huizing eigenlijk al heeft gezegd. Daar moeten we op inzetten. Daar gaat het hele preventieverhaal ook eigenlijk over. Het PAK heeft nog gesproken over het gezondheidsmodel van Machteld Hubbert. Dat juichen wij buitengewoon toe. Wij gaan daar ook een project voor indienen bij de regio-deal, omdat in Coevorden ook wellicht in experimentele zin, maar toch door te voeren. Ik heb daar al een aantal gesprekken gehad met een aantal zorg- en welzijnsorganisaties om die invoer ook werkelijk vorm te geven. En daar is groot enthousiasme over, maar er is ook wel een verbindende rol van de gemeente nodig om al die partijen die hun eigen specialisme hebben op een bepaalde manier met elkaar te organiseren. Dat ook de communicatie onderling en de verwijzing onderling een beetje white label kan zijn. Zodat mensen ook werkelijk gemotiveerd zijn om op basis van wat men ontdekt
met de methodiek van Machteld Hubert, positieve gezondheid, ook de verwijzingen naar elkaar te geven. En dat vraagt nogal wat aan organisatie, maar dat vraagt ook heel veel aan goede wil voor de, van de organisaties. Het belangrijkste daarvan vind ik wel dat de burger, de cliënt, of hoe men het ook noemt, absoluut in de regie wordt gezet. En dat is een buitengewoon positieve ontwikkeling die breed toegejuicht wordt. Er wordt nog gesproken over de verbonden partijen. Ik kan u zeggen dat de GGD de houding en de belangstelling van de Raad van Koevoorde buitengewoon op prijs stelt en die samenwerking graag wil voortzetten. En de transparantie die u ook toegejuicht hebt, graag wil voortzetten en samen met u de verbonden partijen en dan met name de GGD ook tot uw GGD wil maken. Volgens mij was het dat, voorzitter. Mooi zo, dank u wel, meneer Brink. 15 seconden is aan, heel mooi. Mag ik de heer Zuur vragen om hier de voorzittersstoel te bekleden? Dank u wel. Ik reken natuurlijk nu op heel veel interrupties. Het woord is aan de postvrijhouder bij bouwmeester. Ja, daar kan ik ook wel wat aan bijdragen natuurlijk, dat ik die krijg. Maar ik weet niet of ik daar belang bij heb. Voorzitter, dank u wel. Een paar thema's springen eruit in de bijdrage. Een drietal, eigenlijk een tweetal zou je misschien kunnen zeggen. Eén, even toch een korte opmerking vooraf. Aansluitend wat, bij wat wethouder Zwiers al heeft gezegd over de behoefte om dit soort stukken nog beter kenbaar te maken voor de samenleving, voor degene die er maar belangstelling bij heeft. We zijn natuurlijk betrekkelijk recent, en dat zeg ik dan maar even vanuit de portefeuille communicatie, we zijn betrekkelijk recent begonnen met dat nieuwe instrument Pepperflow. Ik zie het hier ook op de iPad zitten, wat natuurlijk wel op een hele mooie manier de kans biedt om ook de aanverwante stukken erbij op te zoeken. En wellicht dat we de bekendheid van dat nieuwe instrument via onze website natuurlijk goed toegankelijk, dat we dat nog kunnen vergroten. We zijn natuurlijk zelf ook nog maar kort bezig om daar die ervaring mee op te bouwen. Maar volgens mij hebben we allemaal wel vertrouwen dat dit een hele plezierige vorm is die kan bijdragen aan inderdaad een verdere transparantie en openheid en toegankelijkheid van de stukken. Voorzitter, er zijn, ik zei het al, eigenlijk twee grote thema's. Het begon met de heer Boy die toch de subsidiecoördinator weer aanhaalde. En laat ik daar helder over zijn. We hebben geen enkele discussie wat mij betreft over de wenselijkheid om snel inderdaad dat beeld nu op tafel te hebben. Want we zien dat er vele ambities zijn. Ook dit stuk staat daar weer bol van. En dat er ook duidelijk is dat daarmee samenhangende investeringen aan de orde zijn en in ieder geval zullen gaan zijn. Dat is natuurlijk ook de bedoeling van de kaderbrief. En dat het dus om die reden ook actueel en interessant is om te kijken welke aanknopingspunten er dan zijn om aan te sluiten bij regionale, nationale of zelfs internationale financieringslijnen. En het is ook goed, denk ik, om in dat verband ook te zeggen dat natuurlijk, ook al hebben we nu even nog niet de subsidiecoördinator zelf aan de lijve in huis, maar dat de oriëntatie op externe middelen, op dit soort financieringsmogelijkheden, nu gewoon wel plaatsvindt. Het is dus niet zo dat we nu, denk ik, kansen missen, maar het kan zeker gerichter. Ik ben ook zeer benieuwd naar dat rapport, wat ik verwacht van P&O Consultants, want dat is het bureau wat we hebben gevraagd. Bureau kent u wellicht nog uit de evaluatie die ze hebben gedaan uit de bedrijf, voor de bedrijvenregeling van de Dutch Tech Zone. Dat bureau is door ons gevraagd om dat onderzoek uit te voeren. En dat verwacht ik inderdaad in het begin van dit najaar. Ik zal vooral natuurlijk ook benieuwd zijn naar de aanbevelingen. Die mij ook de overtuiging zullen moeten geven of we niet alleen aan de voorkant in de zoektocht naar welke aansluitingsmogelijkheden zouden we kunnen hebben. Maar kunnen we dan ook verwachten dat wij op een adequate wijze invulling kunnen geven aan datgene wat een subsidie verkrijgen dan ook vraagt.
Dan hebben we het niet over de cofinanciering zozeer, want dan hebben we het over onze eigen budgetten. Maar dan hebben we het zeker over de verantwoordingsplicht die bij veel van die subsidieprogramma's ook hoort. En die natuurlijk ook ergens in onze organisatie een plek moet gaan krijgen. Dus het verwerven is één ding, maar de verantwoording is natuurlijk ook een belangrijk punt. En ik heb hoge verwachtingen van de mogelijkheden van juist dit bureau om ons daar bij behulpzaam te zijn. Dus ik verwacht dat wel op korte termijn. Maar ik snap wel het ongeduld wat erbij bestaat. Maar nogmaals, het is niet zo dat we nu op onze handen zitten en het gevoel hebben dat we niet bewust omgaan met de mogelijkheden om externe financiering te verwerven. Dan de andere hoofdmoot van uw bijdrage en over bijna alle fracties wel. Het verbindende besturen en daarmee verbonden stimuleringsfonds. Terecht is de opmerking gemaakt van we hebben daar nog niet de kans gehad om daar met elkaar over te spreken. Dat mag niet leiden tot de gedachte dat de zaak stilstaat. Integendeel. Tot op heden zijn er buitengewoon veel gesprekken gevoerd, vooral ook ambtelijk, gebiedscoördinatoren, maar ook met op gerichte momenten inzet van vertegenwoordiging vanuit het college. Heel veel gesprekken met niet alleen plaatselijk belangenvereniging, maar ook de andere maatschappelijke stakeholders. De vakjury, niet in de laatste plaats, om stil te staan bij de vraag, hoe zien we nu dat vervolg? Want meer van hetzelfde, daar hebben we van met elkaar gezegd, dat willen we niet. We willen eigenlijk naar een volgende slag toe. De next level, zou je kunnen zeggen, de term viel al eventjes. De volgende fase van de inzet ook van de financiële middelen voor dit beleid. Ik was al blij met de opmerking, mevrouw Siebe maakte die, dacht ik, dat inderdaad het er niet om zou moeten gaan. Dat iedere pot, iedere dorp zomaar zijn pot geld zou kunnen krijgen. En er bestaat ook geen enkele twijfel over de vraag of dorpen niet uitstekend invulling zouden kunnen geven aan een extra hoeveelheid middelen. Dat komt altijd wel op en ongetwijfeld zullen de mensen in een dorp er wel blij mee zijn. Maar we leven hier natuurlijk ook vanuit het besef dat het over algemene middelen gaat, die voor het algemeen belang vooral ook op hun effectiviteit moeten worden beoordeeld. En het is van belang dat we daar dus het goede gesprek over blijven continueren in de geest van hoe we de stimuleringsregeling ook de afgelopen 4 jaar hebben ontwikkeld. In samenspraak met de samenleving hier in Coevorden in al zijn diversiteit. Dat zal misschien niet het gemakkelijkste gesprek nu zijn, omdat we weliswaar nog steeds uitgaan van dezelfde hoeveelheid geld. Ook de provincie, dat heeft u wellicht meegekregen, de provincie heeft besloten om het stimuleringsprogramma wat ze al kenden en wat voor ons toch eigenlijk ieder jaar een extra 50.000 euro opleverde om in te zetten op diezelfde lijn voor de dorpen. Het mocht niet worden ingezet voor de stad. Maar diezelfde hoeveelheid geld is dus in principe beschikbaar. En de kunst zal dus zijn om daarbij bij die inzet rekening te houden met de aanbevelingen uit dat buitenspel. En dat op dezelfde manier qua proces aan te vliegen als we dat in het verleden hebben gedaan. Door het gewoon het goede gesprek met de samenleving over te voeren. We hebben inmiddels, dat heeft u gezien, een interimregeling vastgesteld omdat we zagen dat er... dat het wel wat langer duurde vanwege ook de grote diversiteit aan commentaren die we konden ophalen. Dat maakt het bij ons onmogelijk om een soort een algemene bezweringsformule in de vorm van een subsidievoorstel te doen. Dus we moeten daar echt keuze in maken. Daar heeft u ook een plek in die keuze. Daarover geen enkel misverstand. En laat ik dat ook duidelijk zijn. Ik proef duidelijk de ambitie om te zeggen, kunnen we daar dan niet voor de begrotingbehandeling aanstaande is, daarover van gedachten wisselen. Eigenlijk zouden de contouren inderdaad op dat moment ook helder moeten zijn. Er moet in ieder geval de inzet zoals we die ons vanuit de gemeente voorstellen te kunnen plegen. Wat wij voor prioritering zouden willen aanhouden. Dit lijkt me ook absoluut noodzakelijk om ook richting te geven verder aan die gesprekken met die verschillende kernen. Want er zijn natuurlijk ook kernen bij, en ik begrijp dat volkomen, die inderdaad dat volste vertrouwen hebben, die zeggen, joh, doe ons dat geld nou maar pondsgewijs, per rato, inwoner of verzin maar een formule, en wij redden ons daar wel mee. Dat zal ongetwijfeld lukken, maar of ons dat ook het vertrouwen geeft dat daarmee de middelen op een verantwoorde manier zijn ingezet,
We hebben hier wel intensievere discussies gehad over veel minder geld. Dan gaat het zelfs over een paar duizend euro. Dat maakt inderdaad dat we het heel verstandig gaan doen om ook hier goed daarop in te zoomen. Wij als college bereiden dat gesprek voor. Dat zullen we snel na de zomer doen met de vakjury. Want die conclusie hebben we in dat kader wel kunnen trekken. Dat eigenlijk iedere participant in dit proces in de samenleving voorstander is dat er een vorm van een jury beschikbaar blijft en dat men ook zeer te spreken was over de jury zoals we die de afgelopen jaren hebben gekend. Dat heeft ons ertoe gebracht om in ieder geval de juryvoorzitter weer te vragen om te polsen bij haar mede-juryleden of ze nog beschikbaar waren. Dat zijn ze, dat wisten we ook al wel. En we zullen dus ook graag gebruik maken van hun ervaringen over de afgelopen jaren om samen met hen ook stil te staan bij de vraag hoe bereiden we die discussie eerst in dit huis en dan samen met de samenleving op een zo goed mogelijke manier voor. En ik verwacht dat inderdaad, zoals ze zegt, in dit najaar dus voor de begrotingsbespreking. Voorzitter, daarmee heb ik denk ik de twee thema's benoemd. En de heer Boy, volgens mij komt er nu nog een toelichting. Interruptie ja. Door de heer Boy van de BBC. Heeft u toch uw zin? Zo is het. Dank u wel, voorzitter. Wij van BBC vragen ons wel af eigenlijk de ontwikkeling van die subsidie. Dat is wel besproken met de dorpen en de wijken. Daar is ook gesproken over een tussenoplossing, heb ik begrepen. Maar wij als raad zijn er niet over geïnformeerd. En vandaar dat u zoveel vragen erover heeft gekregen, volgens mij. Terecht, daar heeft u helemaal gelijk in. Ik heb het ook in het begin gezegd. Er was in de begrotingsbehandeling natuurlijk uitgegaan van het feit dat hetzelfde budget beschikbaar zou zijn, ook voor dit jaar. Op basis van die koers heeft het college gezegd, nou, dan moeten we dus een tussenoplossing, ik zei het al, verzinnen. Die in ieder geval die mogelijkheid ook verschaft aan de Vereniging van Plaatselijk Belang om hun eigen planvorming in ieder geval niet gefrustreerd te weten. Maar het college kan natuurlijk pas wat nieuws melden en met u delen als er ook wat nieuws is. Dus het format van de huidige tussenoplossing is eigenlijk alleen maar erin voorzien dat de formeel afgelopen zijn de subsidieverordening, want die strekte maar tot eind vorig jaar, dat we die even verlengen. Dus in die zin inderdaad niks nieuws onder de zon. Maar de koers, de inhoudelijke ambitie, is niet veranderd. Zij dat we inderdaad het niet verantwoord vonden om de Vereniging van Plaatselijk Belang nog langer te laten wachten op duidelijkheid. En daarmee misschien ook een stukje energie verloren laten gaan in die samenleving. Daar hadden we graag eerder over geïnformeerd geworden. Duidelijk. Dank u wel. Nou, de tijd is inmiddels volgens mij verstreken, maar interruptietijd zou ik niet meetellen. Keurig. En ik geef het woord weer over aan voorzitter Bouwmeester. Dank, heer Zuur. Het programma voorziet er nu in dat wij kunnen pauzeren. Dat komt misschien goed uit, omdat u dan ook nog even kunt stilstaan op welke punten u uw tweede termijn bij behoefte kunt invullen met 5 minuten spreektijd per fractie. En dat zijn er dus nu 5. Een klein half uurtje. Ook weer 5 minuten, nu 5 minuten voor per portefeuille. Dus een 20 minuten. Dus we kunnen in een 3 kwartier na de pauze behoorlijk wat meters maken. Dus ik zie sommigen zich opeens nu gaan afvragen wat was er vanavond ook alweer op tv. Ik schors de vergadering. Voor. Zullen we een half uurtje pauzeren of vindt u dat dan te lang? Heeft u zo lang niet nodig? 20 minuutjes. Laten we dat doen. 20 minuutjes. Nou, en dat is in mijn ogen dan 10 voor. 10 voor. Dus het is praktijk nog iets korter. 10 voor 8 hervatten we de vergadering. Ja, dan zijn we bij de categorie personele zaken, zou je kunnen zeggen. Hier de samenstelling van de raad en haar onderdanen betreffend. Met ook een nieuw fenomeen. Het is misschien wel goed als ik erbij ga staan, want maakt het misschien wel makkelijk. Uh,
Een nieuw fenomeen hebben wij vanavond ook. Want we hebben recentelijk in deze bestuursperiode het fenomeen van de burgercommissieleden leren kennen. En dat was natuurlijk een prachtig vangnet voor mevrouw Zwaan. Die de rouw van het niet verkozen zijn in dit prachtige gremium, waar ze natuurlijk ook de nodige voetsporen had liggen. Ik heb daar bij haar afscheid destijds al iets over gezegd. Een klein traantje welde op bij het toen nog gedwongen afscheid. De kiezer heeft altijd gelijk, dat weten we. Maar het was wel mooi dat u opgedane ervaring, mevrouw Zwaan, wilde blijven inzetten voor het werk van deze raad, maar dan in een hele andere, en ik zei het al, nieuwe hoedanigheid, die van burgercommissielid. En aangezien burgercommissieleden nieuw zijn, ze hier wel in ons midden worden geïnstalleerd, u herinnert zich dat nog, we herinneren ons dat allemaal nog, voor sommigen een hele overweldigende ervaring en voor anderen inderdaad toch wat meer qua gewoonte, is het niet meer dan passend, hoewel zich daar geen enkele gedragsregel voor heeft ontwikkeld, we daar ook geen afspraken over hebben gemaakt, om toch op deze plek en vanaf deze plek toch even stil te staan bij dat afscheid. En daarvoor treft u dan ook agendapunt 7.2 aan, voorstel van het seniorenconvent in zaken het ontslag van mevrouw Zwaan als burgercommissielid. En dan gevolgd door een opvolgster, en die ook al daar zit en eigenlijk ook in dezelfde manier in de voetsporen, in haar eigen voetsporen treedt, zou je bijna kunnen zeggen, want immers ook een voormalig raadslid. U wordt gevraagd bij agendapunt 7.2 moet ik zeggen natuurlijk, om mevrouw Zwaan Alberts met ingang van 9 juli vandaag dus ontslag te verlenen als burgercommissielid van de Algemene Raadscommissie. Daar is inmiddels natuurlijk een ontslagbesluit en zo, de hele formele kanten, dat geloven we allemaal wel. Ik vind het wel mooi, maar kijk ook eventjes, en kijk, daar komt het signaal al. Er bestaat toch wel behoefte om daar nog even bij stil te staan. Ik wil het in ieder geval als voorzitter van onze raad, we treffen de burgercommissieleden natuurlijk niet in dit gremium van de gemeenteraad. Dat is toch een beetje in de voorwas, hè? Daar waar het de commissiewerkzaamheden betreft, waar het werk van de burgercommissieleden ook zeer gewenst is en plaatsvindt. Maar dat betekent per definitie dat ik als voorzitter van de gemeenteraad niet vaak de gelegenheid meer heb om een burgercommissielid toe te spreken. Dus bij deze, bij wijze van afspraak, graag een mooi boeket. Net als bij de intrede als burgercommissielid. Nu ook bij het afscheid. En daarna geef ik graag nog de gelegenheid aan mevrouw Vissering om vanuit de fractie ook nog het een en ander in uw richting te zeggen, mevrouw Zwaan. Ik geef het woord aan mevrouw Vissering. Ja, dank u wel, voorzitter. Sorry, maar ik ga een beetje met de rug naar u toe staan. Ik richt mij toch tot Karin. Karin, de 6 jaren die jij inmiddels in politiek landschap doorbrengt zijn wel heel erg afwisselend geweest. Ik leerde je kennen tijdens het gesprek dat je voerde met de verkiezingscommissie in 2013. Ik herinner me nog je enorme enthousiasme en je gedrevenheid om in de gemeenteraad te gaan. Lucas Zwaan had je goed ingelicht over het reilen en het zeilen van de raad. En ja, in maart 2014 trad je toe als gemeenteraadslid. Een roerige en moeilijke tijd voor de VVD die jou ook zeker in het eerste jaar veel moeite heeft gekost om je eigen plekje te vinden en je raadlidmaatschap goed uit te kunnen dragen. Maar je fanatisme zorgde ervoor dat je je heel goed hebt kunnen verdiepen in al die dossiers. En bovendien was je overal aanwezig waar er ook maar iets op politiek niveau te beleven was. En je berichtgeving op social media was en is niet te missen. Energiek, fanatiek, geïnteresseerd, een groot rechtvaardigheidsgevoel, kritisch en altijd in voor gezelligheid. Zo ken ik jou. In de weken voorafgaand aan de verkiezingen in 2018 hebben we heel veel met elkaar opgetrokken van de eerste 10 van de lijst. En we hebben enorm veel gelachen met elkaar.
Ik kijk terug op een hele goede tijd met elkaar. En ik vind het zo ongelooflijk knap dat je je politieke werkzaamheden doet naast het boerenbedrijf dat je samen hebt met je man in Zwinderen. Moeder bent van 3 kinderen, een baan op het reisbureau en voorzitter bij het dorpshuis van Zwinderen. Je had graag nog een periode in de gemeenteraad willen deelnemen. Je had zelfs al een training gevolgd om voorzitter te worden van een commissievergadering. Helaas verliep dat anders voor jou. Je was hierdoor wel eventjes van slag, maar pakte de draad weer positief op toen burgercommissielid voor jou een mogelijkheid werd. Je kon onze fractie op die manier heel goed versterken met alle kennis die je in de vorige periode had opgedaan en de VVD goed vertegenwoordigen tijdens alle activiteiten. Je zat in de werkgroep Omgevingswet waar je een positieve bijdrage hebt gehad. En op deze manier, Karin, was het heel fijn dat je je toch nog in kon zetten voor de lokale politiek. En nu maak je de stap naar Provinciale Staten, waar ze denk ik heel blij met je zullen zijn. We zullen elkaar zeker weer treffen, want zo groot is dat politieke wereldje niet. We wensen je heel veel succes en wijsheid toe. Het gaat je goed. Goed, dames en heren, dat was de eerste ervaring met een afscheidnemend burgercommissielid. En daarmee komt ook een einde aan dit agendapunt. Want we hebben daar als raad verder niet heel veel aan te doen. Wat we wel hebben te doen is voorzien in de voorgedragen opvolging van mevrouw Zwaan. En ik zei het al, dat is natuurlijk ook voor ons, voor velen van ons in deze zaal een oude bekende. Want Irma Eidens heeft hier, zoals gezegd, ook haar voetsporen al wel liggen. U heeft een raadsvoorstel aangetroffen waaruit ook blijkt dat door toetsing van de Griffie is vastgesteld dat aan de eisen om benoemd te kunnen worden tot burgercommissielid is voldaan. Er staat een procedure geschetst om te komen tot een besluit over de voorgestelde benoeming. Dat kan inderdaad volgens de regel der kunst als iemand daar behoefte aan zou hebben met de vereiste procedure, namelijk een schriftelijke stemming met een stembureau en dergelijke. Maar het kan ook, en dat staat niet in de tekst, maar u weet dat we dat wel vaker doen. Als u het er allemaal mee eens bent, kunnen we ook bij acclamatie besluiten dat mevrouw Eidens kan worden toegelaten tot burgercommissielid en dan vervolgens hier voor ons allemaal, in ieder geval voor mij, in mijn handen zoals dat officieel heet, de belofte aflegt. Verklaring en belofte. Ik ga ervan uit dat er niemand behoefte heeft aan de uitgebreide stemprocedure en dat u dus met acclamatie kan instemmen. Ja, dat is het geval. Dank u wel. Dan is dat besluit in ieder geval gevallen. En mag ik mevrouw Eidens vragen om hier voor mij in ons midden plaats te nemen en ik vraag de leden van de raad te gaan staan. Mis het streepje. Ja, we hebben nu afgezien van een streepje, een kruisje. Dat is alleen voor de onervaren mensen. Je weet precies waar je moet staan, toch? Ja. Goed. Laten we het wel even netjes doen dan. Zo. Ik heb tenslotte ook niet voor niks de officiële pose aangenomen. En de officiële das moet dan ook wel even. Zo. U heeft aangegeven, mevrouw Eidens, dat u de verklaring en belofte wil afleggen. Ik lees hem voor. En u weet hoe dat dan gaat. Dan zegt u, dat verklaar en beloof ik als afsluiting van de tekst. Maar de tekst is belangrijk en belangrijk genoeg om iedere keer toch ook weer voorgedragen te worden. Dus hier komt ie. Ik verklaar dat ik om tot lid van de raad, kijk naar de griffie, is niet goed hè? Nee. Dus dat gaan we even anders doen. Ik kijk even of er een andere tekst ligt. Zo staat het ook in het raadsbesluit, dus dat hebben we ter plekke nu geamendeerd. U kent de mogelijkheid van de mondeling amendement, dus een uitgesproken tekst geldt.
Ik verklaar dat ik, om tot burgercommissielid benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwensel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. En ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de... Nee, dat ik mijn plichten als burgercommissielid naar eer en geweten zal vervullen. Dank u wel. Dan bent u bij deze geïnstalleerd als burgercommissielid van de gemeente Coevorden. Ik wens u daarbij veel succes. Ja. Ik kan wel blijven staan, dames en heren. Wel, nu gaan we in onze eigen kring verder. Ik verzoek alle raadsleden, je mag weer gaan zitten. Die plechtigheid is over. Ja. Maar we gaan nu agenda punt 7.4 en dat is minstens ook een reden waarom de publieke tribune gevuld is. Het afscheid van de heer Zuur als lid van deze raad. En ik moest me toch betrappen, ik moest wel even lachen toen ik, of lachen, ik moest wel even reageren toen ik de brief zag waarmee de heer Zuur aangaf dat hij het ambt van raadslid hier en dat van statenlid niet verenigbaar achter, hetgeen overigens een prijzenswaardige benadering is. Daarover niks, zal ik niks zeggen. Maar ik geloof dat de tekst luidde dat de heer Zuur op plek 5 stond van de Provinciale Staten kandidaatlijst van het CDA. En toen dacht ik, daar heb ik hem toch. Want zoals de heer Zuur zelf bekend staat, hij zou de eerste geweest zijn om te zeggen, nee, u bent en blijft de nummer 5 op deze kandidaatlijst gedurende deze statenperiode. En ik vond het eerlijk gezegd ook wel een beetje mooi dat we dat met elkaar konden vaststellen, dat zelfs de heer Zuur in zijn... Ik las dat toch een beetje als een wat wijfelachtig gemoed nog steeds, meneer Zuur, om die brief te moeten schrijven en te willen schrijven. Nou, volgens mij is die kandidatenlijst wordt vastgesteld op basis van de stemming. Ja. En dan kan het dus zijn dat je niet plek 5 houdt. Dus ik stond wel op plek 5, maar ik sta nu niet meer op plek 5. Nou, op de kandidatenlijst blijf je gewoon staan. Maar u bedoelt op de lijn... De lijst van kandidaten voor de Staten. Dan, ja. Dan is dat een mogelijke verklaring. Laten we het daar maar op houden. Ja. Goed, maar u heeft aangegeven dat u inderdaad dan ook de tijd rijp acht om deze zaal te verlaten. Om zich helemaal te wijden aan het werk in de Provinciale Staten. En ik vind het wel mooi. Dat wordt eigenlijk ook wel geïllustreerd, ook door de heer Selly die hier vooraan op de publieke tribune zit, zoals wel vaker overigens. Ik vind het wel mooi, dat geldt ook voor mevrouw Zwaan, dat geldt ook voor de heer Zuur. Ik vind het wel mooi om te zien dat deze zaal steeds vaker toch het voorportaal lijkt te worden van ook activiteiten, politiek en bestuurlijk op andere plekken. En zeker bij onze mede-overheid, de provincie. Laat ik het ook nog maar even zo expliciet benoemen. Sommigen zeggen de hogere overheid. Ik heb daar hier in deze raadzaal ook nog een keer een corrigerende opmerking over moeten maken. Nee, onze mede-overheid, de provincie, maar wel een belangrijke partner in al datgene wat we voornemens zijn te doen. En wat we al doen en waar we ook heel vaak een hele constructieve samenwerking met de provincie al kennen. Maar waarbij het heel goed is dat we inderdaad ook weten dat er een aantal statenleden daar ook in assen rondlopen die weten hoe het werkt in die gemeenteraden. Die weten ook hoe het anders werkt in Zuidoost-Drenthe en in Coevorden dan dat het misschien in Noord-Drenthe werkt. En die zich ook nog af en toe realiseren dat het allereerste provinciehuis van Drenthe, zoals ik dan maar graag nog even zeg, het allereerste provinciehuis van Drenthe was hier in Coevorden. Het kasteel als de zetel van het bestuur van Drenthe. En het is goed dat men zich dat daarnaast af en toe ook nog eens even blijft herinneren. Wij zullen er in ieder geval alles aan doen om dat de komende jaren
ook bij het nieuwe college van gedeputeerde staten continu nog maar even in herinnering te roepen. En we weten ons dan ook in de heer Zuur en anderen ongetwijfeld warme supporters van die ambitie vanuit de gemeente Coevorden. Ja, de heer Zuur, Gert-Jan, laat ik dat ook maar zo zeggen. Zo vertrouwd is het hier de afgelopen jaren ook wel geweest. En gewaardeerd vertrouwd. Omdat je inderdaad afscheid neemt na 9 jaren hier actief in de raad. En niet alleen als raadslid. We hebben het net gezien. Het moment is nog even gekoesterd. Niet alleen als commissievoorzitter, maar ook gewoon als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Werkgroepvoorzitter van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing, die dus ook belangrijk werk heeft gedaan. En eigenlijk ook de fakkel heeft overgenomen van Jaap-Jan Geertsma, die hier ook aanwezig is. Laat ik dit zeggen, van dit soort raadsleden, zoals Gert-Jan Zuur, moeten we het hebben. Moeten we het hebben in bestuurlijk Nederland. Moeten we het ook hebben als het gaat om met elkaar toch enige balans zien te vinden tussen de eisen van de zorgvuldigheid. En die waren bij de heer Zuur in goede handen. En de eisen van een ook wat plezierige omgaan met elkaar, die soms tot al te grote frivoliteit en wanordelijkheden zou ik niet zeggen, maar toch dat je denkt, ja, is dit nou nog een enigszins professionele vergadering en besluitvormende bijeenkomst. De heer Zuur was altijd, Gert-Jan was altijd scherp op de vorm. Scherp op het proces, de procedure. En dat is belangrijk, want dat is wel de basis. En tegelijkertijd hebben we je ook leren kennen als iemand die natuurlijk ook buitengewoon in was voor een knipoog een plezierige manier van omgaan met elkaar en het werk doen wat het werk als gemeenteraadslid vraagt. Het is in die zin dus ook jammer om te moeten vaststellen dat je inderdaad hebt gemeend dat die combinatie onwenselijk was. We snappen het volkomen, althans. Ik denk dat dat het algemene gevoel hier in de raad is. Maar we laten je in die zin nodig gaan. En natuurlijk is de opvolging prima voor elkaar. Jullie hebben daar ook gevraagd en genomen de tijd om dat op een zorgvuldige wijze te doen. Allemaal prima. Maar de unieke bijdrage die jij hier altijd hebt gehad, ook vanuit de specifieke achtergrond natuurlijk altijd, met een specifiek oog ook voor de financiële zuiverheid. Menige reactie op moties of amendementen werd daardoor ook ingekleurd. Die zal je zeker ook helpen in het werk in de Provinciale Staten. Maar zoals je zelf ook al aangeeft in jouw motivatie, het is ook een extra dimensie, die het werken in de Staten van Drenthe, het Drents parlement, met zich meebrengt. Die het volstrekt ook begrijpelijk maakt dat dit een mooie kans is om die nu ook te grijpen en vol te gaan en te willen gaan voor het werk in dat en ons Drents parlement. Heel veel dank. Soms komt het voor dat een dank kan worden omstreept met een onderscheiding of iets dergelijks, maar ja, daar gelden strikte eisen aan, Gert-Jan, dus dat gaat hem niet worden. Op dit moment, dan had je toch wat langer moeten blijven nog, dat is dan toch die eigen keuze. Niet minder welgemeend wil ik je toch vragen om de beroemde kleuren houtsnede in ontvangst te nemen, een andere. En de bijbehorende bosbloemen in dank. Danken we jou ook vooral als de persoon die voor heel veel verbinding in deze raad heeft gezorgd. In die zin was je ook altijd aan te spreken op inderdaad de tegenstellingen overbruggen. We zullen dat bindmiddel missen. Bedankt. Ik geef graag het woord en de gelegenheid aan mevrouw Katerberg. Waar is die? Ah, nee, niks. Pst. Kijk, zo zijn de rollen echt verdeeld, hè?
Oké. Ja, het was na afloop van de begrotingsvergadering in 2018, die tot middernacht had geduurd. En waarna ik in de volgende fractievergadering verzuchtte, nou, moet dat nou zo? Alleen een kop koffie, een kan water en één bitterbal om 11 uur. Ook voor die arme mensen op de publieke tribune. En wat zei Gert-Jan? Ja, ik krijg thuis anders ook niks. Nou, ik denk dat gaan we anders doen. Vanavond is de kans. Vandaar dat ik jullie allemaal van harte welkom heet in restaurant Den Raadzaal. En we zijn hier bij elkaar voor het afscheid van Gert-Jan Suur. Die na 9,5 jaar in de CDA-fractie nu naar de provincie gaat. En wat gaan we dan doen in dit restaurant? Ik ga jullie eerst een menu voorlezen. Daarna gaan we soep koken. Maar voor het echte eten verwijs ik toch gewoon naar onze collega's van de heren. Want zover gaat het hier niet komen. Want dat klaait ook nog, zei jij er toen ook nog bij. Oké. Eerst het voorgerecht. Dat gaat over de eerste periode dat jij hier in de raad zat. En daarvoor heb ik input van Jeroen Huizing. Gert-Jan kwam in 2010 in de raad. Het CDA was net weer toegetreden tot het college na een afwezigheid van 4 jaar. Of eigenlijk op de rijdende coalitietrein gestapt. Het zal Gert-Jan als belastingman hebben aangesproken dat de CDA-fractie toen een vrij blauwe oriëntatie had. Maar wat wil je ook, met naast Gert-Jan onder andere een interimadviseur, een auditor en een Friese makelaar in de fractie. Gert-Jan voelde zich dus snel thuis. Niet alleen in de fractie, maar ook in de politieke arena. Het duurde dan ook niet lang of de hele raad had al door dat als het om getallen en cijfers gaat, Gert-Jan een zeer kritische en deskundige blik had. Ook voor de procedures gold dat. Die moesten en moeten nog steeds goed gevolgd worden. Zo niet? Dan stelde Gert-Jan dat wel aan de orde. Op kritische, maar ook vaak humoristische wijze. En ook altijd met respect voor de ander. Soms leiden die kritische vragen of opmerkingen over procedures tot zichtbaar ongenoegen van 1 of 2 toenmalige wethouders of van sommige mederaadsleden. Maar dat leidde bij Gert-Jan alleen maar meer tot het gevoel dat hij beet had en maakte hem alleen maar vastberadener. Dan komen we bij het hoofdgerecht, de tweede periode waarin je fractievoorzitter was. En daarvoor heb ik input van Henriette Kramer. Zeer actief en betrokken. We vroegen ons in onze periode wel eens af of Gert-Jan wel eens thuis was. Overdag of 's avonds, Gert-Jan was altijd van de partij. Man van de cijfertjes, vaak nog eens narekenen of het onderaan de streep wel klopte. Bij hem kwam je nooit tekort. Attent en betrokken. Zeker ook bij het wel en wee van de mensen om hem heen. En een familieman. Trots op zijn kinderen en zijn vrouw. Betrokken bij en in de samenleving. Het voetballeven. En Gert-Jan gebruikt veel woordspelingen. Vooral die met het weer te maken hebben of met sport. En gebruikt hij in elke speech... Samen kunnen we meer. Dan de aanloop naar het nagerecht, de campagne. En daarvoor heb ik input van Lidie Klein-Gunnewiek. Eind 2017, begin 2018 was voor de gemeenteverkiezingen campagnetijd. Dat was voor de 5 nieuwelingen wel een beetje een strijd. Maar Gert-Jan had het helemaal voor elkaar. Groene CDA-jas, sjaal en een schouderklopje hier en daar. Wij leerden van jou om relaxed met de inwoners te praten. De CDA-gedachte, een folder en af en toe een grapje kon jij niet laten. Door heel Coevorden met de caravan op tour, Gert-Jan reed met de cabrio en caravan naar de weekmarkt, heel stoer. Op bedrijfsbezoek, folders uitdelen of op radio en tv debatteren, wij konden van jouw optimisme heel veel leren. Campagne voeren zit jou wel in het bloed. Helaas deed je het bij de provinciale verkiezingen voor ons net te goed. En dan gaan we naar het nagerecht, het toetje. Deze derde periode. En daarvoor heb ik input van Eddie Heling. Gert-Jan is fanatiek, bloedfanatiek. In de raadzaal geniet hij respect en waardering voor zijn kennis en passie. Als fractievoorzitter heeft hij ons wegwijs gemaakt in het politieke landschap. Hij gaf zijn mening... maar liet veel ruimte voor de rest van de fractie. Het maakte de opstartfase voor onze nieuwe fractieleden beter en gemakkelijker. Gert-Jan is een warm en meelevend
en open mens bij de gezondheidsstrubbelingen die onze fractie troffen de afgelopen periode. Midden in die storm bleef jij rustig en weet de zaken heel goed te scheiden als dat nodig is. Respect is wat doorcijpelt in al deze bijdragen. En jij verdient dat respect, Gert-Jan. Ook bij jouw nieuwe rol als CDA-man in de fractie van de Provinciale Staten. Dank dat je hier nog iets langer aan wilde blijven, zodat we meer tijden om als fractie met Ruud Wilting weer op volle kracht te komen. We gaan aan de slag. Samen kunnen we meer. En nou komt het aan op koken. En daarvoor heb ik meer inbreng nodig. En dat is de inbreng van de fractievoorzitters van al onze collega-partijen. Dus ik nodig graag eerst vertegenwoordigers van de BBC uit. Dag Gert-Jan, spannend hè? Ik heb een siepel meegenomen. En die doen we in de soeppan. De siepel zit nu in de soeppan. Je krijgt er tranen van in de ogen als je ermee bezig bent. Als je het gegeten hebt, kan het je zwaar op de maag vallen. Als nawerking blijft de geur heel lang hangen. Het is echter wel heel gezond eten. Dank je. Ik zal die er ook bij gooien. Dag Gert-Jan. Ik mag als oud-fractievoorzitter van BBC, mag ik ook ingrediënten aanreiken voor de soep. Ik mocht maar twee zinnen formuleren om jou te typeren. En die luiden als volgt. In twee zinnen geef ik enkele eigenschappen van jou weer, zoals ik jou heb leren kennen. Je bent spitsvondig, gedetailleerd, origineel met een dosis humor in je betoog. Soms lijkt het erop of je spijkers op laag water zoekt. Wellicht kan deze loep je hierbij helpen. Ik heb een loep voor je. Soms kan zuur ook zoetzuur zijn. Vandaar deze augurken. Eet smakelijk. En bedankt voor de samenwerking. Succes in je politieke carrière en tot ziens. Ja, ik merk, ik ben de regie helemaal kwijt. Dus, ja. Dat zal de heer Zuur niet bevallen, maar ik voel u opeens heel erg met hem mee. De heer Slom. Soms moet je dat eens lekker laten gebeuren. Gert-Jan, waar zit je? Daar helemaal. Ik heb het ook symbolisch aangevlogen namens onze fractie. En ik heb voor je meegebracht een winkelhaak. En dat is niet om te benadrukken dat onze meningen wel eens haaks op elkaar staan. Dat is wel eens zo, maar in de politiek worden verschillen altijd uitvergroot. En uiteindelijk is er veel meer waar je het over eens bent dan waarover je verschilt. En ik heb jou altijd ervaren als iemand die het goede wilde doen voor de inwoners van onze gemeente. En in het politieke handwerk een enorme exactheid en degelijkheid aan de dag legde. En dat is ook waar deze winkelhaak voor staat, voor exactheid, voor zorgvuldig bouwen. En ik wens jou alle goeds, zowel in de Staten als in je privé. Ik denk als het Gert-Jan Zuur goed gaat in de Staten, dan zal het Koevorden ook wel goed gaan. Gert-Jan, bedankt en tot ziens. Ja, Gert-Jan, daar zit je dan. Nou, ik heb een grote voorliefde voor koken, dus ik vond het idee ontzettend leuk. Ik heb een voorliefde voor kruiden, dus ik voeg peper toe. En waarom? Omdat peper pit en scherpte toevoegt aan een gerecht. Maar dat moet je wel in de juiste verhouding doen. Want te weinig is smaakloos en te veel wil je eigenlijk ook niet, want dan slaan de vlammen uit je oren.
En wij kennen jou eigenlijk als iemand, tenminste zoals ik je heb meegemaakt, als iemand die scherpte aanbracht in de debatten. Zeker daar waar het ging om de cijfers, de vorm, de normen en waarden. Daar was je altijd heel erg, nou ja, er werd net al aan gerefereerd, heel scherp op. Scherp, maar wel in de juiste balans. En ik denk dat we dat als raad ook zullen gaan missen, die inbreng. Dus ik wens je heel veel succes in de Staten. Dank je wel voor de samenwerking de afgelopen jaren. En ja, al het goede. We houden je in de gaten. Daar gaat-ie. Ik ben vanavond even heel brutaal. Gert-Jan, jouw afscheid. Een soep. Ontzettend leuk idee. En ik ga een soep roeren. En dat ga ik doen, niet met een lepel. Hè, want bedoel, voor ons als VVD maakt het niet zo heel veel uit hoe de soep geroerd wordt, als die maar geroerd wordt. Dus ik dacht, ik neem de hamer mee in de rol van voorzittershamer. Want in mijn beleving heb ik jou leren kennen als een voorzitter, of je het nou was of niet was, of vicevoorzitter was of niet was. Je had heel vaak de rol van voorzitter op je genomen, of die kreeg je. Ik denk ook dat het een rol is die heel goed bij jou past. Ik vind dat jij altijd heel netjes het overzicht bewaart. Je weet altijd precies wat er gebeurt. Je kunt heel goed verbale en non-verbale signalen opvangen. Je bent heel scherp daarin. Je geeft mensen de ruimte om duidelijk hun mening te vertellen. Zit hun daarbij niet op de huid. Ook insprekers werden door jou altijd keurig te woord gestaan. En ik denk dat je daar heel bijzonder in bent geweest. Dus alle complimenten wat dat betreft voor jou. En ik denk zeker ook in de Provinciale Staten dat ze heel blij met jou zijn. Niet als persoon en aanvulling in de fractie. Maar ik denk ook zeker dat je heel snel weer een rol krijgt als voorzitter. Dat ga je goed. Ja, dan wij nog als CDA. En toen ik dit aan de fractievoorzitters vroeg, heb ik er meteen bij gezegd, dat zuurtje, dat zullen we er zelf al even in doen, want dat is zo'n inkoppertje. Dus ik was inkopen aan het doen en ik dacht, ja, dit is hem. Maar toen dacht ik, nee, dat is hem toch niet. Dat moet dit zijn. Zure matten. Want iedereen weet, als dat zuurtje daarvan af is, dan wordt het zoet. En zo is het ook. En voor iedereen die denkt, fijn, we zijn van het zuurtje af, die moet waken voor de kater. Als laatste van onze fractie, want we zijn natuurlijk wel het CDA. Dus wij willen graag met z'n drieën nog even iets toevoegen. Het is puur symbolisch, er zijn geen woorden meer bij nodig. Daar gaan ze. Geloof, hoop en liefde. En nu? Ja. Nou is het nog even aan onze burgemeester, want die sprak een beetje in de ruis toch nog wel van het verbinden. Dus ja. Ja, en ik ben blij dat Margriet Visseling de voorzet gaf dat die hamer toch multifunctioneel kan zijn. Want ik gebruik inderdaad in mijn afsluitende woorden de term verbinding en bindmiddel. Waar tegenstellingen aan de orde van de dag zijn en ook bij de politiek horen, uitvergroten, werd al genoemd. Dan is dat bindmiddel misschien wel het meest essentiële element om er uiteindelijk ook een soep van te maken. Want de diversiteit van de ingrediënten die verbaast wel. Dus wat mij betreft is dat dan ook alleen maar terecht dat het bindmiddel heeft het laatste woord. Gert-Jan Zuur. Ja, doe maar, daar sta je dan. Wat een aandacht. Voelt ongemakkelijk, moet ik zeggen.
Vooral omdat het op deze manier gebeurt. En volgens mij ligt die soep ook ongelooflijk zwaar op de maag. Als ik allemaal zie wat erin is gegaan. Maar goed, we zullen er zeker van genieten. Vanavond dacht ik even, toen ik de bijdrage hoorde, toch nog even over de kaderbrief natuurlijk. Ik heb het woord niet gevoerd. Sander heeft het hartstikke mooi gedaan. Maar ik dacht even toen we alles hadden gehad en ook in de voorbereiding naar vanavond. Ik denk, ja, het is ook klaar. Ik kan ook weg. Ja, doe maar. Ja, goed. Beste nu nog collega's, collegeleden, Griffie-medewerkers en andere toehoorders. Zoals een goede afscheidsspeech betaamt, heb ik deze onderverdeeld in drieën. Eerst de aanleiding, dan de terugblik, gevolgd door een toekomstverwachting. De aanleiding. Ja, zo heb je minstens twee periodes een fractie met een vaste bezetting gedurende de bestuursperiode. En zo moet je als fractie in korte tijd, nog maar ruim een jaar na de verkiezingen, alweer afscheid nemen van een tweede fractielid en ook nog eens de lijsttrekker, schuine streep, fractievoorzitter. Daar moeten we geen gewoonte van maken. Maar soms lopen zaken nu eenmaal zo. Zelf had ik er, toen ik mij voor de partij, het CDA, voor de Provinciale Staten beschikbaar stelde, ook niet op gerekend. Maar als de partij je dan roept en je zo'n hoge plek op de lijst geeft, zeg je geen nee. En loop je dat risico. In eerste instantie nog niet, door die kanjer Eline Verder uit Ruinewold. Maar met een positie als eerste opvolger en zo'n goede kandidaat gedeputeerd als Henk Jumelet, loop je als bijna vanzelf alsnog de Provinciale Staten binnen. Maar gelukkig hebben de nieuwe fractieleden zich vol enthousiasme en met succes op het raadswerk gestart. Vorig jaar Sandra en Eddy en recent Lidie. Dus daar heb ik alle vertrouwen in. En met good old Ruud Wilting, ja die van de Wilting-norm, erbij en met een brok kennis en ervaring gaat dat helemaal goed komen. En dan ga ik ervan uit dat Ruud door de keuring komt. Ik ga jullie en in het bijzonder de CDA-fractie goed volgen. Deel 2, de terugblik. Het vertrek na ruim 9 jaar raadswerk. Ruim 2 periodes die niet gemakkelijk waren voor de gemeente, stad en dorpen. En ook niet voor de gemeenteraad en college. 2 periodes waarin veel gebeurd is en veel moest gebeuren in de verhoudingen. Zowel financieel als relationeel. Financieel omdat de gemeente er absoluut niet goed voor stond. En de basis daarvan is dan ook gelegd om het beter te laten worden in 2010, 2014 met inderdaad, ik noem hem nog maar even, de Wilting-norm. En verder gecontinueerd en uitgebouwd in de periode erna. Ik ben blij dat ik daaraan heb mogen bijdragen en dat geeft een goed gevoel met mijn accountantsachtergrond om de gemeente financieel gezond achter te laten. Maar toch een advies, hoe kan het ook anders, blijf op uw tellen passen, ook in betere tijden, of voor je het weet. En relationeel was er een uitdaging ten aanzien van de verhoudingen tussen bestuur en inwoners en hun organisaties of instanties. Want we moesten daarbij ook van ver komen. Ooit hoorde ik een wethouder zeggen, en dat was een, ik moet wel zeggen, een desillusie voor mij. Och, nou hebben we vanavond ook nog weer dat gedoe met die vergadering van de gemeenteraad. En dat terwijl ik dacht, toen ik met het raadswerk begon, dat we, college en gemeenteraad, de gemeente samen besturen en verantwoordelijk zijn. Gelukkig heb ik dergelijke opmerkingen sindsdien niet of nauwelijks meer gehoord en gevoeld. En hebben we de verbinding gezocht en gevonden en is de verbondenheid ook met de gemeente gegroeid. Ook de onderlinge verhoudingen in de raad, die natuurlijk politiek gezien af en toe best wat mogen schuren, want zonder wrijving geen glans, zijn ook op het persoonlijke vlak zonder uitzondering positief te noemen. Ik ben ervan overtuigd dat je dan ook het meeste bereikt met en voor onze inwoners. En ook voor het algemeen belang dat soms, we hebben dat ook gemerkt in de afgelopen jaren, wel eens breder ligt dan alleen Koevorden. Dank daarvoor aan collega raadsleden in de afgelopen ruim 9 jaar. Collegeleden, Griffie-medewerkers, medewerkers van de gemeentelijke organisatie, maar ook de inwoners, vertegenwoordigers van instanties en organisaties waarmee we hebben samengewerkt. Soms meer en soms minder positief. Bedankt dat ik mij in die 9 jaar vooral ook persoonlijk op het politieke en inhoudelijk bestuurlijke terrein heb mogen ontwikkelen. Als raadslid, fractie- en commissievoorzitter, plaatsvervangend voorzitter van de raad, lid en voorzitter van de audit- en agendacommissie, lid van het seniorenconvent en werkgevers- en vertrouwenscommissie. Ja, dan denken sommige mensen, die raadsvergadering duurt maar 3 minuten en dat is het dan. Maar als je dit zo leest, dan zit je, en dat geldt voor elke raadslid, in allerlei clubs en werkgroepen.
Nou ja, en last but not least als voorzitter van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Dan deel 3, de toekomstverwachting. Inmiddels weten we uit ervaring en terugkijkend, zie PAK, zie het CDA, zie de VVD, dat dat afscheid niet definitief hoeft te zijn. Dus dat ga ik nu ook niet zeggen. Maar na 9 jaar gemeente ga ik het nu wel op het provinciale podium proberen. Is dat een stapje hoger? Nee, absoluut niet. Burgemeester Bert Bouwmeester zei het nog in een van de vorige vergaderingen. U haalde het vanavond ook nog even aan. En ik zeg het hier nog maar eens nadrukkelijk. Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat met 3 gelijkwaardige bestuurslagen. Gemeente, provincie en Rijk. Op dat podium zal onze gemeente natuurlijk een bijzondere plek in mij hebben en houden. Natuurlijk staat dan het Drents belang voorop, maar als het over Koevoorde gaat, zal mijn hart sneller gaan kloppen. Ten slotte, ik wil mijn partij, het CDA en alle kiezers bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. En natuurlijk ook mijn baas en werkgever, de Belastingdienst, die dit alles mede mogelijk maakte in combinatie met mijn werkzaamheden. Maar het allerbelangrijkste voor het goed vormen en inhoud geven aan de functie als raadslid is toch wel het thuisfront. Vrouw en kinderen plus aanhang inmiddels. Mooi dat jullie dit ook willen meemaken. Zij geven mij de kans en de gelegenheid om dit allemaal te doen. Ze trokken mij uit het dal wanneer ik zwaar teleurgesteld na een vergadering of een ander overleg thuis kwam. Maar die mij ook met beide benen weer op de grond zetten als ik dacht dat ik naast Koevoorde de hele wereld aan kon en dreigde naast mijn schoenen te gaan lopen, ja zelfs te gaan zweven. Dankjewel Marjolein, Annemiek, Alexander en natuurlijk mijn enige en echte baas, mijn lieve echtgenote Irma. Dankjewel. Gert-Jan, ik heb zo'n mooi cadeau wat daarbij past. Kijk, daar is die. De gegraveerde soeplepel. Ik zie jou toch voor me later een heel groot gezin, van groot tot klein, daar die soep uitdelen op zondag. He? Dus we zullen eens zien hoe ver die daarmee komt. En daarnaast ook gewoon een flesje wijn voor bij het eten. Yes. Dankjewel. Top. Ja, ga daar maar de soep van maken. Hè? Dat is nogal wat huiswerk. Ja. Ja. Ja, de druppel is ingeleverd, heb ik al gezien. Dus, Dat is het rijtje VIP-zetels hier. Zullen we voortaan de zetels markeren? Dat, de rij mede-overheid is dat. Ja. Goed, maar nu zijn we incompleet. Hè? Dus daar moet ook snel wat aan gedaan worden. Dames en heren, ik neem u dan mee naar agenda punt 7.5. We hebben geloofsbrieven te onderzoeken. En over de toelating, de toelaatbaarheid moet ik zeggen, te besluiten van Ruud Wilting. Inderdaad bekend in dit huis. Ik stel voor dat we... Ik verwacht dat de commissie onderzoeksgeloofsbrieven, die moet er dit keer dan wel zijn. Stemopneming hoeft niet, maar geloofsbrieven wel. Ik stel voor dat daar Erik Bonkers, Tino Nijenbanning en Joop Slomp de geschikte figuren voor zijn. Ik neem aan dat ze daarvoor beschikbaar zijn. Dan kunnen ze zich onder begeleiding van de griffie die de papier al heeft, even kort afzonderen. Dan schorsen we even kort. En dan als de rapportage van de commissie wordt ingewacht, kunnen we besluiten tot de formele consequentie van het besluit tot toelating, namelijk de installatie en beëdiging van Ruud als raadslid. En dat is dan ook het laatste agendapunt. De vergadering is even kort geschorst. Dames en heren, kunnen we de vergadering hervatten? Wilt u plaats weer innemen? Dan verzoek ik de heer Slomp als
voorzitter van de commissie onderzoeksgeloofsbrieven om verslag aan uw raad uit te brengen. Dank u wel. En ik lees de verklaring voor. De commissie uit de gemeenteraad van Coevorden, in wie het handen werd gesteld de geloofsbrief en verder waarbij de kies werd gevallen de stukken ingezonden door Wilting R. Ruud, op dinsdag 9 juli 2019 benoemd tot de gemeenteraad van Coevorden, rapporteert de gemeenteraad van Coevorden dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat alle benoemde in de kieswet gestelde eisen wordt voldaan. De commissie adviseert tot zijn toelating van de gemeenteraad van Coevorden. Was getekend de heer Erik Bonkers, de heer Tino Nijenbanning en de heer Joop Slop. Dank u wel. Dan dank ik de commissie voor de bewezen diensten. En stel ik u voor om conform het advies van de commissie onderzoeksgeloofsbrieven te besluiten tot toelating. Dan is dat bij deze gebeurd en dan ga ik weer achter het spreekgestoel te staan en vraag ik de heer Wilting om in ons midden te komen. Zo geoefend zijn we al. De raadsleden gaan vanzelfsprekend staan. En kijk, zelfs de eerste rij gaat staan. Publieke tribune hoeft niet hoor. Nee. Maar de raad, voor de raad is het eigenlijk wel aan de orde. Ruud, heer Wilting. Ja, inderdaad, bekende op dit terrein. Gert-Jan Zuren zei het al. Zelfs heel veel voetstappen hier in dit huis liggen. Dus je weet als geen ander waar je aan begint om in die opengevallen plaats te voorzien. En dat werk kan inderdaad beginnen na vanavond de eed te hebben afgelegd, want dat ga je doen. Ik zal hem weer voorlezen, nu zonder correctie. Ga je daarna gelijk het reces in, dus je kunt ook nog even acclimatiseren aan het idee van, ja, nou ben ik ingezworen en nou moet ik ook na de zomer, na het reces, aan de bak. Goed, dames en heren, de eed luidt als volgt. Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwensel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk hulp aan mij. Kijk. Helemaal correct. Dankjewel. Gefeliciteerd, zeg ik maar als eerste namens de voltallige gemeenteraad en veel succes in het werk als raadslid van de gemeente Coevorden. Maar die zijn wel voor Jenny als een steuntje voor... Ja. Het is maar een kleine suggestie. Jenny, graag gedaan. Goed, dames en heren, daarmee zijn we met een losse toets bij dit formele moment gekomen in het vertrouwen dat we nu weer helemaal compleet zijn. Bij het allerlaatste punt van deze agenda gekomen. Ruud kan nog even gaan zitten. Ja, ik zou dat ook gewoon doen. Tegelijkertijd resteert er echt mij niet anders dan u nog even uit te nodigen. Binnen deze vergadering voor een nazit hier beneden in onze eigen raadskelder. Op de begane grond dan weliswaar. Maar daar is de gelegenheid om nog even stil te staan bij degene die afscheid hebben genomen. Nog even nieuw kennis te maken of hernieuw kennis te maken met degene die ons zijn gaan versterken. Nog even de emoties te verwerken. Na de kaderbrief, want daar was niet zoveel emotie bij, zijn ontstaan. En als een goede opmaat hoop ik naar het zomerreces.
Ik hoop u allemaal in goede gezondheid weer aan te treffen bij de eerste activiteit van deze gemeenteraad na het zomerreces. Dat zal zijn 10 september de commissievergadering. Dus u heeft een lange termijn in het perspectief van in ieder geval geen raadsverplichtingen. Veel plezier en succes erbij. Wat mij betreft is de vergadering gesloten. En heb het goed met elkaar.